Chips, nootjes, bier. Chips, nootjes, bier. Chips, nootjes, bier. Goedenavond, het is 9 uur en ik hoop echt van gans harte dat u niet meer op het terras zit. Want onze kroeg is geopend. Chips, nootjes, bier met speciale gasten vandaag. Maar er is ook een hitteplan en daar wou ik alleen nog even over zeggen. Daar wil ik twee dingen aan toevoegen. Niet met je knar in de zon gaan zitten en niet om 1 uur 's middags op het heet van de dag gaan hardlopen. Verder wil ik u van harte welkom heten, dames en heren. Ze is hier, want ze is het nieuws van de dag. Ze is Tweede Kamerlid, maar heeft wel de afgelopen jaar, geloof ik, 4 partijen achter de rug. Femke Merel van Kooten-Arissen. Wat leuk dat je er bent. Ja, leuk hè? Ja, ja. Dat... Ik dacht, dit heb ik beloofd en dat doe ik. Ja, maar vorige week was je ziek. Bent beter? Ja, ik was een beetje snotterig. Ik had geen corona, nu ook hopelijk nog niet. Maar dat kun je nooit weten. Maar ik dacht, dit heb ik beloofd. Ik heb het al een keer uitgesteld. Ik ga het niet nog een keer uitstellen, los van het nieuws van de dag. En ik kan hier gewoon mijn verhaal doen en iedereen kan kijken. En een oordeel vellen. Absoluut, absoluut. Ja. We hebben ook altijd iemand, u kent hem als Van Rossum. Sorry, ik weet even moeder mijn woorden. Wij kennen hem vooral als Bart Nijman. En ik had een droom over hem vannacht dat hij in deze hitte ineens in een linnen pak aan kon zetten. Maar godzijdank niet, dames en heren, handjes op elkaar, Bart Nijman. Bart, goedenavond jongen. Je hebt een linnen pak zou best kunnen. Ik ben een enorme Miami Vice fan en ik hoop ooit terug te gaan naar de tijd waarin het normaal is om in een linnen pak rond te gaan. Serieus? Ja, nee. Is dat ooit normaal geweest? Nee, eigenlijk niet. Maar het toch hip gemaakt in de jaren 80 door... Zou jij het durven? Nee joh. Alles wat met mode te maken heeft, daar ren ik gillend bij weg. Baardje is er wel af? Ja, ik probeerde hem een beetje bij te trimmen wegens de warmte, maar ik nam het te grote hap eruit. Dus dan gaat hij er helemaal af. Zal ik je bier even bij? Ja, graag. Wil je ook wat drinken, Femke Merel? Nou, ik heb nog water. Mm-hmm. Maar straks iets van ginger ale of zo. In ieder geval iets zonder alcohol zou heel fijn zijn. Iets zonder alcohol. En wat verkoelend is. Ja. En verkoelend. Nou, ik had ze koud gezet. Ik schenk er alvast eentje voor je in. De ijsmachine is stuk. De vraag al weken of die gerepareerd kan worden. Alle ijsmachines altijd stuk gaan op de een of andere manier. Maar hij is koud. Top. Dan heb je die alvast. Ja Bart, nieuws van de dag, het zit er gewoon. Ja, het gebeurt ook niet vaak. Ik dacht, ik moet het gaan hebben over die hackers in Tilburg die stoplichten van rood op groen en vice versa kunnen zetten. Maar ook spannend. Er stonden interessantere dingen in het AD hedenmorgen. Ja, Femke Merel, want helemaal als een verrassing kwam het niet voor me. Nee? Nee. Vannacht ongeveer werd bekend, rond een uurtje of 12 maakte het AD bekend dat jij en Henk... Ja, 3 prachtige maanden uit elkaar gaan. Ja, het is een groot tranendal, dat kun je wel zeggen. Ja. Tranen van woede? Of, Ja, dat meer. Ja absoluut. Ja, heel kwaad. We zijn er echt wel een tijdje bezig geweest om een beetje zo'n tijdlijn te maken. Ja. Maar het is wel een bende. Daar is nogal veel gebeurd. Ja. We hebben alle tijd. De kroeg blijft open zolang we dat willen. En ik wil het helemaal weten. Top. Nou, begin eerst maar te vertellen, waarom heb jij onlangs besloten, zeg maar een paar dagen terug waarschijnlijk, ik stop ermee met Henk? Zal ik in chronologische volgorde gaan vertellen of zal ik bij het einde beginnen? Nou, laten we maar chronologisch volgorde. Zullen we bij het begin beginnen? Ja, laten we bij het begin beginnen, ja. Nou, ik ben bij de Partij voor de Dieren afgesplitst vanwege dat ik vasthoud aan mijn idealen. En dat de Partij voor de Dieren zijn eigen verkiezingsprogramma niet uit wilde voeren. Dus alleen maar naar de koor, dier, natuur, milieu. En niet voor dus de kwetsbare mensen, LHBTI-rechten, vrouwenrechten. Wel een voorplakposter, maar niet. Hè? Dus ik heb gezegd, oké, tot hier niet verder. Ik stap eruit. Ik wil opkomen voor het verkiezingsprogramma waarvoor ik gekozen ben. En ik ga verder als onafhankelijk Kamerlid. Ik ga me inzetten voor al die kwetsbare mensen, maar ook voor de privacy. En voor meer inspraak van burgers. Maar natuurlijk ook de onderwerpen waar de Partij voor de Dieren zich hard voor maakt. Maar dan het hele brede verkiezingsprogramma. Dat heb ik bijna een jaar als onafhankelijk Kamerlid gedaan. Al eerder kwam Henk Krol naar me toe tijdens de begrotingen. En die zei, nou, je bent goed bezig. Wat fijn dat je zo goed je best doet. En dat er mooie moties van je worden aangenomen. Je bent succesvol. Zelfs als eenpitter. Wat natuurlijk maar afwachten is. Want je kunt ontzettend hard werken. Maar misschien bereik je niks. Of wordt het niet gezien. Dus dat was heel erg fijn. En dat vond ik een heel groot compliment. Dat Henk Krol naar me toe kwam en zei, joh...
je doet het hartstikke goed. En hij nodigde mij ook uit. Je weet wat uit. Er gebeurt als Henk Krol mensen gaat feliciteren. Hè? Dan zijn ze meestal overleden. Ach jeetje. Ja, dat is heel pijnlijk. Ja, ja, dat gebeurt dat ook is niet gebeurd. Nee, dat is niet. Nee, gelukkig, ik leef nog. Ik zit hier. Maar ja, toen nodigde hij mij uit. Van, zullen we samen eens naar het verkiezingsprogramma van 50PLUS kijken? Ja, want dat bijt helemaal niet met het partijprogramma waarvoor jij gekozen bent. En wij zouden jou heel graag in onze partij hebben. Dus ik heb daar heel serieus naar gekeken en ik ben tot de conclusie gekomen. Nou, ik kan met alle punten van 50PLUS instemmen. Zij ook met al mijn punten. Laten we daar een succesverhaal van maken. Nou, vervolgens ben ik alleen maar lid geworden. Hè? Dus ik heb lidmaatschapsgeld betaald. En ik heb netjes gesolliciteerd voor de kandidatenlijst. Ik ben in de Kamer ben ik volledig zelfstandig gebleven. Tot heel kort geleden. Ja. En toen ging het al heel snel mis met 50PLUS. Dat was nogal een schok. Want wie verwacht dat een fractievoorzitter met 10 zetels in de peilingen gaat afsplitsen van zijn eigen partij. Dus dat was heel pijnlijk voor alle betrokkenen. Maar voor de buitenstaander niet echt heel verrassend dat er binnen 50PLUS nog alles wat rommelt. Tussen de Jan Nagels en de Geert Dalissen en de Henk Krols van deze... Nee. Dat ook al niet een beetje. Voelde je niet een beetje dat daar al wat zat te borrelen of te rommelen? Maar ik dacht, ja, Henk Krol is een ontzettend aardige man. Dat is ontegenzeggelijk. Dus, aardige mensen, dan kun je de gracht bij dempen, zeggen ze. Ja? Nou ja, en daar ben ik onderhand wel van teruggekomen natuurlijk. Maar ik dacht op dat moment, ik kan heel goed met hem overweg. Hij is ontzettend aardig. Ik vind hem heel sympathiek. Hij komt op voor de zwakkeren in de samenleving, voor LHBTI-rechten, voor alles waarvoor ik sta. Hij wilde ook de ledenparticipatie van mij overnemen. Ik was al een jaar bezig van hoe kan ik mijn Kamerlidmaatschap zo efficiënt mogelijk inrichten. En ook mensen het gevoel geven dat ik echt wat met mijn zetel bereik. Hè? En dat ik ook naar de mensen luister. Dat zij mij zaken kunnen geven, aan het licht kunnen brengen. En dat ik daar dan ook daadwerkelijk iets mee doe. Dus ik dacht, ja, ik moet een soort... Want normaal gesproken, ik sta in de top 3 van de Kamerleden die de meeste debatten heeft gedraaid het afgelopen jaar. Klopt. Ik ga altijd, als ik klaar ben, op dinsdag even op de publieke tribune zitten. Als er nog wat te doen is. Jij zit er bijna altijd. Ja. Absoluut. Ja, ik heb ook nog nooit een stemming gemist. En ik neem mijn werk ontzettend serieus. Ik ben ook geen dus politica, maar ik ben volksvertegenwoordiger. En dat neem ik serieus. Ik ben er voor het volk. Die op mij gestemd hebben, maar ook alle mensen die ik vertegenwoordig. Hè? En dat wil ik serieus nemen. Dus ik dacht, ja, hoe kan ik dat doen? Meestal als ik een debat had gedaan, dan kreeg ik mailtjes of appjes of dus Twitterberichten. Van, nou, ontzettend mooi verhaal. Goed, je bent voor ons opgekomen. Maar ik had eigenlijk ook nog wel dit willen horen. Of, mijn probleem is dit en dat. Ik dacht, ja, het is zo jammer dat ik dan die berichten achteraf krijg. Waarom zou ik die input niet vooraf kunnen krijgen? En dat actief met mensen delen. Van nou, komende week hebben we die debatten, dan hebben we die Kamervragen. Geef mij input. Wat speelt er in de samenleving? En waar kan ik mensen zo goed mogelijk helpen? Midden in de samenleving? Ja, nou ja, precies. Maar dat is best lastig, want je kan niet overal naartoe, je kunt niet overal zijn. Dus je hebt gekozen om dat via een soort digitale weg te gaan doen. Ja, ja. En hadden die mensen dan ook rechtstreeks invloed? Of was het meer gewoon, ik wil weten wat er speelt en dan ga ik mijn standpunt bepalen? De bedoeling is, er wordt nog steeds aan gewerkt. Het is de bedoeling dat het deze maand gelanceerd wordt. En dat is dan een website waarop mensen echt inspraak hebben. Dus mee kunnen denken, waar ik ook actief laat zien waar ik mee bezig ben. Filmpjes, podcasts. Maar ook bijvoorbeeld stemmingen. Van nou, er zijn moties. Of heb je zelf moties, ideeën? Daar kun je over meepraten. Dus een heel mooi digitaal platform. Wat helemaal privacy-proof is. Klinkt heel goed, want die gaan we eventjes parkeren tot het einde van de show. Ja, want anders gaat het mailen. Dat jij besloot om samen met Henk Partij voor de Toekomst. Nou, toen alle originaliteit uitgeslagen was uit die naam. Zal ik even een klein filmpje laten zien van jou en Henk in betere tijden, toen jullie net hadden besloten om de Partij voor de Toekomst op te richten, kwam ik ze tegen in de Tweede Kamer, dus een kleine 3 maanden geleden. Instartje 1 alsjeblieft. Mag ik u feliciteren? Met de nieuwe partij? Van de toekomst. Precies. En meneer Krol? Dank u zeer. Het is er allemaal aan de hand bij jullie, maar waarom is het er altijd weer gedonder? Jullie?
Nou ja, oh ja, ik moet nu jullie spreken. Maar oh, sorry, het is geen feest. Je hoort er niet meer bij. Maar er zijn twee partijen die op dit. Nee, maar Henk, op dit moment hebben de ouderen het zwaar. Ja. Dus dan zit je bij een 50-plus partij en dan verwacht ik eigenlijk dat je voor ze opkomt. Vervolgens vechten jullie elkaar de tent uit. En jullie is niet meer jullie. Dat is de reden waarom ik die tent uit ben gestapt. Juist om voor die doelgroep 100% te kunnen opkomen. Is het zo makkelijk? Zo makkelijk is maar het. Maar waar komt dat gedonder dan vandaan, Henk? Ja, dat heb ik al een keer uitgelegd. Dat is die tussenlaag. De mensen in de provincies, de mensen in de gemeente en ook hier in de Kamer, die hebben een stinkende best gedaan. Maar er zat een tussenlaag tussen die voor een kleine partij er niet tussen had gemoeten. Is dit een lekker begin voor jou dan? Nou ja, het is wel lastig. Hè? Het is wel vervelend om op die manier een nieuwe partij te beginnen. Maar ik ben heel erg blij dat we dit samen kunnen gaan doen. Ja, nou, Femke Meer van Aster, het was de tussenlaag die er zat. Dat was gewoon en je was hartstikke blij dat je dit samen met hem kon doen. Ja, en ik heb zelfs nog op de radio gezegd, toen we net begonnen waren met de Partij voor de Toekomst. Nou, ik heb in alle rust de afgelopen 10 maanden het parlementaire werk kunnen doen waarvoor ik gekozen ben. Als volksvertegenwoordiger, wat ik net al vertelde. En dat gun ik Henk ook. Hè? Dat gun ik Henk, dat hij in alle rust op de fractie kan werken voor juist die ouderen, voor de corona, de crisis, hè? Dat opgelost wordt en alle hens en deken, iedereen moet zich focussen op de dingen die in het land spelen. En ja, dat is wel heel anders gelopen dan ik had gehoopt. Goed, ja. Vertel mij waar, want dan komen er 3 maanden aan en dan... Ja, dan gaan de mensen in talkshows zitten van neem me mee. Je begint als oh, wat een aardige man. Ja. En op een gegeven moment denk je, het klopt niet wat hij zegt. Het is niet waar wat hij zegt. Ja. Het speelt een rolletje. Wat is het? Wat, neem me mee in die hele tijdlijn. Kijk, op het moment dat wij de Partij voor de Toekomst oprichten, was het de bedoeling dat het een partij zou worden die opkomt voor het volk. Die luistert naar de kiezers. Andere politiek. Dat is natuurlijk de essentie van alle platform. Ja, nee, maar... horen we overal. Maar... Ja, maar, hè? Voor iemand die mediatraining heeft van Jan Roos heb je wel een mooi glad verhaal. Oh, daar komen we straks ook op. Kijk, zie je het dan als een doorlopend congres. Op een congres, dat is vaak 1 keer per jaar. In verkiezingsjaren is dat misschien wat vaker. Maar er worden voorstellen ingediend en er kunnen leden over stemmen. Het zijn altijd dezelfde mensen die naar een congres komen. Er zijn ook heel veel mensen die zeggen, nou, ik wil niet naar een congres. Ik wil ook niet per se gebonden zijn. En het is 2020, het kan ook gewoon online. Ja, het kan online. We willen overal wat van vinden. Nou, alsjeblieft, praat mee. Hè? Ja. Weer de politiek terugbrengen naar de huiskamer, ja, naar de burger. Hier wil ik ook iets aardigs zeggen over Henk Krol. Dit heeft Henk Krol altijd wel gesteund. Ja. Ja. Dit heeft, want toen wij met Geen Pijl bezig waren, of het nou het referendum was of het falikant mislukte verkiezingsplan, wat we ook ooit een keer uitgevoerd hebben, daar was hij toen ook fan van. Stond hij achter, heeft hij aangemoedigd. Ja. Dus dat, okay. In dat opzicht kunnen we Henk Krol vertrouwen. Geef hem ja, absoluut. Ja. Dat is, ik vind Henk ook een hele aardige man trouwens. Ja, ja, ja. Aan aardig maar heb je niet zoveel. Ik hoor dat je daar grachten mee kan dompen. Ja. Ja. Nou ja, aan die website is volledig pro bono aangewerkt. Hè? Dus Ahmed Arad, die was zo vriendelijk om... echt super. Die heeft mij ontzettend geholpen met het opbouwen van voor de kijkers website. Thuis. Ook een hele lieve jongen. Misschien, ja, dat is hier intern natuurlijk een bekende naam, maar Ahmed Arad is onze rolstoel Marokkaan, om het maar gewoon zo te zeggen. Marok en rol, inderdaad. Dan hebben mensen misschien nog een beeld bij hem, als ze hem zich kunnen herinneren. Die stond op de kieslijst, inderdaad, bij ons voor Geen Pijl destijds. Omdat hij ook daarvoor en ook sindsdien met directe democratie vanuit een digitale invalshoek bezig was en nog steeds bezig is. Nog steeds. Ja. En ik hoorde vandaag voor het eerst eigenlijk dat jullie daar samen in aan het werken zijn van hem. Ja, absoluut. Maar we zijn nog steeds niet door de hele ruzie inderdaad. Wat was het eerste moment dat jij dacht, hier gaat het niet helemaal zoals we hebben afgesproken? Kijk, daar kom ik zo op. Ik moet heel even vertellen. Oh. Heel even een klein stukje. Ik kom er zo op. Dit is wel die mede. Dat politici altijd langdradig zijn. Ja, dat is helaas bij mij. Maar goed. Stiekem is een beetje wijn in, Tom. Nee. Ga ik nog langdradiger praten. Goed, laat eruit praten. Ging vorige week zo goed, Bart. Kom, laat eruit praten. Kijk, op een gegeven moment. Kijk, ik heb mijn partij. Ik heb eind vorig jaar besloten. Ik richt geen nieuwe partij op. Er zijn ontzettend veel mensen geweest die hebben mailtjes gestuurd van alsjeblieft jou in de politiek houden, dat zouden we heel graag doen. Richt een nieuwe partij op. Ik heb met heel veel mensen gesproken. Dat was gewoon geen goed idee, want ik heb geen geld. Dat kost tonnen.
In je eentje om campagne voeren, een jezelf in de kamer te houden. Dat weet je zelf ook met het Geen Pijl initiatief. Het is ontzettend moeilijk, het kost ontzettend veel geld. En dan is het ook nog maar de vraag of je een zetel haalt. Als je dan geen zetel haalt, komen die reststemmen, die worden in de grote ton en die worden geschud. En die komen waar dan ook in het politieke spectrum terecht. Je weet, je hebt totaal geen grip op waar die stemmen terechtkomen. Dat is ontzettend zonde. En wat heb je dan voor je idealen bereikt? Nou, dat gezegd hebbende, met Henk Rol dacht ik, en dacht Henk ook, van nou, dat gaat beter. Want Henk Rol is natuurlijk bekender dan ik ben. Heeft een georganiseerde bestaande partij. Heeft een georganiseerd, maar ook toen hij daar uitstapte. En hij gaf jou de indruk dat hij speling en ruimte zou geven om... Ja, hij was natuurlijk weer uit 50 plus om... Daar komen we nog op. Ja, sorry. Het is gewoon een heel ingewikkeld verhaal. Daarom, dus laten we het Femke Merel, die neemt even een lange aanloop en dan komt alles. Sorry. Dan komt alles eruit. Excuses voor mijn ongeduld. Alles. Maar waar is je gebleven? Ja, je wilde Henk samenwerken, snap ik. Want Henk is een naam. Henk kruipt dood. Inderdaad, en die zei van, nou, er zijn mensen die hebben geïnvesteerd in 50 plus. En die gaan nu niet meer investeren in 50 plus. Ik heb goede contacten met die mensen. Die willen investeren in ons. Geld is geen enkel probleem. Don't worry. Wacht maar. Het komt allemaal goed. Dus wachten. En wij hadden al zoiets van, dat gaat niet zo makkelijk. Maar prima. We gaan het ook wel redden met misschien één zetel. Dat is ook prima. Dat is al fantastisch. Daarmee kun je al je idealen in het parlement. Hè? Maar dat kwam er niet, En Henk Rol werd zenuwachtig. Die had zoiets van, oké, ik ga het niet voor elkaar krijgen. En het eerste moment waarvan ik dacht, hé, hier klopt iets niet, was dat ik zat te kijken naar de uitzending van Harry Mens, waar Henk Rol voor het eerst alleen zat. 5 juli? Ik weet het exact. Het zou heel goed kunnen dat het 5 juli was. Hè? Ja. En daar hoorde ik voor het eerst dat hij een verloving met groep Otte niet uitsloot. Maar dat stond, en toen dacht ik, verloving? Dat stond op 29 juni al in het AD. In de 29 juni. Heeft in het AD gestaan. Oh, wacht. Ja, nee. Dus dat was ervoor al. Dus ja, dat was, er een dat samenwerking was al in juni. Absoluut, ja. Dat er een samenwerking zou komen tussen... Henk AD heeft Henk Otte volgens mij gezegd dat hij voorzitter zou worden en Henk Rol vicevoorzitter. Nou, kijk, het was nog eerder. Henk Rol heeft eerder in juni, dat was in juni, ik had een tijdlijn moeten menen. En daar heeft hij gezegd, Harry Mens als matchmaker, ik ga jullie koppelen, het zou mooi zijn. En dat waren de financiers rondom Harry Mens. Die zeiden, ja, we willen macht in de Eerste Kamer. Maar ook in de Tweede Kamer. Want als je zeg maar iets op de agenda zet of bereikt of stemt in de Tweede Kamer, dan moet dat ook in de Eerste Kamer en vice versa. Dus Henk Rol bracht dat idee naar mij. Ik hoorde dat op die bewuste... Nou, we zoeken de datum nog even na. 29 juni. Jij hoort de naam Henk Otte. Dat is nog later. Nee, maar hoort de naam Henk Otte en op dat moment gaan de alarmbellen rinkelen. Absoluut, want dat was mij niet verteld. Hè? Ik pak hem verloving, dat was al helemaal niet de bedoeling. Dus ik spreek met Henk Rol na die uitzending en hij zegt... echt waar, het wordt een alliantie, geen fusie, niets juridisch. Als het al wat wordt, ik ga onze ziel niet verkopen, don't worry. Ik concentreer me op het kamerwerk. Ik zit maar alleen. We waren toen op dat moment met z'n tweeën. We hadden ook ons in de kamer bij ons elkaar aangesloten als groep Krol van Coats Arissen. En ik dacht, nou, laat hij die partij dan oprichten. Want hij heeft de contacten met de media, hij heeft een hele waslijst aan contacten die ik niet heb. Laat ik me focussen op het parlementaire werk, hij doet de partij. Dus ik vond het een hele mooie rolverdeling. Maar ik zei wel van ja, ik wil overal in betrokken worden. Ik wil elke stap, wil ik weten, ik wil 100% betrokken zijn, want ik ben tenslotte de medeoprichter. Wat overigens ook overal in de media is verschenen. En waar Henk Rol nog... Bestrijden we ook. Ja. Maar ik moet heel even onderbreken voor de tijdlijn. Want ik wil er toch even hard op zeggen. Ja? Bromance, Henk Rol en Henk Otte. We willen zeker 10 zetels halen. Kopt het AD. Ja, dat is veel later. Dat is 29 juni 2020. Ja, de uitzending van Business Class met Henk Rol was een week later op 5 juli. Nee, maar dat ging juist...
maar daar zat ik zelf bij. En in dat, er was nog een eerdere business class en daar zat Henk Krol alleen. En daar werd een beetje ja, het van, zou je groep Otten je niet eens even bellen? Okay, om te kijken of jullie op een bepaalde manier samen kunnen werken. Hè? Want dat was Harry Mens een idee. Ja, dan moet je wegwezen als Harry Mens een idee heeft. Maar goed, dus, en toen ging je bij jou al een beetje de nekharen overheen. Nou ja, van het lijkt me niet zo heel erg goed om daar een verloving van te maken. En toen heeft Henk Krol me verzekerd. Nou, dat wordt alleen maar een samenwerking op punten waar we het over eens zijn. Bijvoorbeeld in de Tweede Kamer stemmen we tegen CETA. Groep Otten is ook tegen CETA in de Eerste Kamer. Nou, daar kunnen we prima op samenwerken. Als dat is wat financiers willen, dan kan ik. Hè, en ik hoef niet in te leveren op mijn idealen, op de partijbeginselen die we met z'n allen hebben vastgesteld. Mm-hmm. Dan is daar geen enkel probleem. Waarom zou je samenwerking met andere partijen uitsluiten? Dat vind ik, daar ben ik niet zo van. Maar dat is iets anders dan ermee in bed kruipen. Precies, precies. Okay. Dus ik vond het gewaagd, maar ik zei van nou, ik sta ervoor open. Vroeg ik een paar keer van, gaat het goed? Gaat het allemaal, gaat het allemaal, ja, er gebeurt heel veel, het gaat allemaal goed. En ja, ze vinden ons partijprogramma of de beginselen die wij hebben geformuleerd, vinden ze prachtig, ze zijn overal mee eens. Dus ja, dat kan, dat gaat nog veel beter dan ik al dacht. En hij had een aantal besprekingen gehad. En toen zei hij, de heren willen ook wel kennis maken met jou. En dat was dus de bewuste avond in het Leonardo Hotel, wat ook in het interview van het AD staat. Waar die foto's op het terras gemaakt zijn? Nee, dat is nog veel. Dat is 29 juni, waar je het steeds over hebt. Ja, dat is dat interview van Henk en Henk. Nee. Waar het is waarin gezegd dat Henk Otten wordt, nou, het gaat lekker. Het is ook echt een lastig overzicht. Maar Henk Otten zegt op een gegeven moment op 29 juni, ik word voorzitter en Krol wordt vicevoorzitter. Ja, maar we zitten nog veel verder terug in de tijd. Jeetje. Ja, we zitten nog voor het moment dat we gesnapt worden op het terras door fotograaf van de Telegraaf. Mm-hmm. In die week ergens hebben we elkaar voor het eerst, heb ik groep Otten voor het eerst ontmoet. In dat hotel, het ging een beetje, niet echt ergens over. Dus waren Henk Otten en Jeroen de Vries? Ja, Henk Otten en Jeroen de Vries. En dat was in het Leonardo Hotel in Scheveningen is dat volgens mij, of in Den Haag nog net. En ik maakte daar kennis en ik dacht, ze zagen het ledenplatform niet zitten. En ik dacht, ja, prima. Maar het is mijn ledenplatform, dus het boeit me niet zo heel erg veel wat Otten daarvan vindt. Als hij geen ledeninspraak wil... prima, maar wij gaan dat wel doen als Partij voor de Toekomst, want we zijn tenslotte onafhankelijk. Dat kabbelt een beetje voort. Even een vraagje tussendoor, want op dat moment had je nog steeds het gevoel... Het wordt een alliantie. Een alliantie, ja, samenwerking. Dus niks met de notaris, helemaal geen... Het blijft zelfstandig. Okay. Op een gegeven moment in die week zijn er nog meer gesprekken tussen Krol en Otten en andere mensen waarvan ik geen weet heb. En er wordt gezegd, laten we dit doen. Laten we het bekendmaken dat we inderdaad gaan samenwerken. En we moest een foto gemaakt worden. En dat zou dan een stiekem, we zijn gesnapt, Scheveningenfoto worden. De ouderwetse telegraaftactiek. Ja, het was snikheet. Het was een beetje zo'n dag zoals nu. En ik zat daar echt anderhalf uur op dat terras te wachten. In je eentje? In mijn eentje, want de heren waren ietsje verderop aan het vergaderen. En daar wist ik helemaal niks van. Ik appte 1 minuut voor tijd van, ik ben de auto aan het parkeren, ik ben er zo. Toen kreeg ik een appje van Henk Otten van, wij zijn wat verlaat. En ik zei, prima, ik ga vast zitten. Ik bestel een drankje. Na ongeveer 40 minuten maak ik een foto van mijn drankje van, en die stuur ik van, heren. Enige prognose hoe lang nog duurt, want ik smelt hier. Zit al aan mijn vijfde witte wijn. Dat was ijstie voor de voeling. Maar ik vind het zo respectloos dat je me zo lang laat wachten. Moet ik een soort van cheerleader outfit gaan kopen of zo? Ben ik hier alleen maar voor de foto? En Henk Krol belde mij en zei, ja, het is allemaal flaat, want de financier en groep Otten, Jeroen de Vries en Henk Otten waren wat verlaat. Dus het is allemaal wat opgeschoven. Ik zei, jullie zitten hier om de hoek te vergaderen. Maar waarom ben ik er dan niet bij? Ja, ik leg het zo allemaal uit, we zijn er zo. Nou, ik heb daar echt anderhalf uur zitten wachten en toen ze aankwamen kakken, toen heb ik echt, ik stond op. Ik zei tegen Henk Krol, ik ben echt zo niet meer in de mood voor die foto.
En toen zei hij, nee, meid, ga zitten. We hebben zojuist 2 ton extra voor de campagne gekregen. Alsjeblieft, ga weer zitten. Ik zei, ja, de financier komt je zo een hand geven. Alsjeblieft, doe rustig. Het komt allemaal goed. Ga zitten. Ik zei, ik moet heel even afkoelen. Ik ga even plens water in het toilet in mijn gezicht gooien. En je ziet me zo alweer. Nou, toen ben ik weer teruggekomen. We hebben die foto gemaakt. En ik heb inderdaad de financier een hand gegeven. Ik heb er een kort gesprekje mee gehad. En ik had zoiets van, joh, het is bloedheet. Ik heb hier al 1,5 uur gezeten. Ik ga. Maar even, moet ik even tussendoor even inhaken, dat ik het een beetje duidelijk krijg. Maar ja. Henk Otten zegt op een gegeven moment tegen jou, we hebben 2 ton. Nee, dat is Henk Krol. Dat is weer Henk Krol. Ja, het is lastig. Ja, de Henk, ja, precies. Maar Henk Krol komt met Henk Otten aanzetten. Ja. Die hebben daar zitten verhalen, dus jij voelt dan nattigheid. Ja. En vervolgens brengt hij ook nog de mededeling, we hebben 2 ton meegesleept. Ja. Als je dan 2 ton hoort, Henk Otten, financiële man, denk je, was het dat niet al het moment dan? Dat je dacht, hier gaat het compleet de verkeerde kant op? Nou, ik wist het niet. Ik vertrouwde Henk Krol. En ik weet nog steeds niet, ik heb geen idee. Ik denk niet dat er ook maar 1 euro is overgemaakt. Ik denk ook dat Henk Krol hier gewoon in is geluisterd. Maar goed, ik heb gezegd, en ze begonnen ook over het logo. Van joh, dat logo van jullie, dat moet blauw worden en niet geel. En het lijkt wel een cirkelzaag. Ik zei, nou prima, een cirkelzaag. Hard op de onderwerpen waar het nodig is. En een zachtwaterig zonnetje op andere onderwerpen waar het kan. Dus ik zag daar wel een voordeel in de cirkelzaag. Ik had hem al omarmd. Maar zij vonden dat niks. Ze wilden een ander logo. Ja, inderdaad. Dat kan gevaarlijk worden. maar ik had zoiets van, ja, wat zit je nou in mijn logo te hannesen? En ze hadden hele modelletjes gemaakt. Ik zei, nou, sorry hoor, maar dat ga ik niet. Dat is gewoon veto. Dat ga ik niet doen. Hoe sloeg de sfeer om? Nou, ik zei, ik wil wel, en ik heb Henk Otten nog even in de auto terug naar huis, heb ik hem gebeld. Ik zei, joh, nog even over die zonnetjes. We houden dat zonnetje gewoon. En ik wil hier gewoon een mediastrategie, ook op welke onderwerpen we nou wel en niet gaan samenwerken. Want wat gaan we maandag zeggen als dat in de krant komt? Op welke onderwerpen sluit jij aan bij onze idealen? Dat zie ik niet helemaal. Hè? En we moeten wel daar een goede strategie in hebben. Want er zit op bepaalde zaken echt enorm veel licht tussen ons. Ja, nou, daar werkte Jeroen de Vries aan. Dat kwam allemaal goed. Ik heb nog een paar keer geappt en gebeld. En Jeroen de Vries was op zaterdag op een familiebijeenkomst. Die foto is vrijdag gemaakt. En die zou zondagavond in de krant komen. En ik zei, nou, dan ga ik Jeroen de Vries daar verder niet op storen. Ik heb hem nog wel even geappt van, ik wil die mediastrategie. Ik wil dat in goed overleg doen. En op zondagmiddag, terwijl mij was verteld van, het komt op maandag pas in de krant. Dus ik dacht, we hebben nog tijd. Krijg ik het persbericht onder ogen. En daar staat in, het wordt een gelijkwaardige fusie. En Henk Otten wordt per direct onze partijvoorzitter. Met Henk Krol als vicevoorzitter. Ja, maar toen was het al helemaal rood voor mijn ogen. En toen heb ik Henk Krol opgebeld. Het eerste wat ik zei is, je hebt onze ziel aan de duivel verkocht. Nou, en hij zei niet van, heel ver naast. Nou ja, dat vind ik niet heel erg aardig dat je dat zegt, zei hij tegen mij. En ik zei, nou, een fusie, het zou een alliantie worden en Henk Otten... Per direct partijvoorzitter. Ja, maar die alliantie, die fusie moet je heel anders zien. Wij, de Tweede Kamerfractie, jij en ik, blijven in de lead voor het verkiezingsprogramma. Wij blijven in de lead voor de politieke lijn. Dus ja, oké, maar dat leggen we dan ook nog voor aan de leden op het ledenplatform wat we gaan lanceren. Ja, dat blijft allemaal bestaan. Ik zeg maar ook dit bestuur is dus tijdelijk. Ja, het is absoluut tijdelijk, want we hebben afgesproken dat we het bestuur en de politiek scheiden. Dat de politiek... Hè, volledig onafhankelijk is en dat er niet straks een partijvoorzitter is die zegt zo en zo en zo gaan we het doen, zo en zo en zo moet je stemmen. Nee, absoluut niet. Gaat niet gebeuren. Ik hou de heren in toom en je hoeft absoluut niet bang te zijn. Ik zeg, ja, en ik wil echt dat duurzaamheid, het klimaat, mensenrechten, LHBTI-rechten, vrouwenrechten, ouderen, al die standpunten, die mis ik nu in dat persbericht, die moeten erin. Henk Krol zei, ja, ik ga doen. En het mooie is, dat heeft hij daarna nog bevestigd op de app ook. Dus ik heb daar bewijs van dat het zo is afgesproken.
Nou, vervolgens ging ik al met wat lood in de schoenen die laatste week voor het reces in. Daar waren wat verschillende debatten nog, wat stemmingen. Ik dacht, nou ja, we gaan ervoor. We zitten nu in de rijdende trein. Ik moet dit op de een of andere manier zien te managen. Dat het nog goed komt en dat Henk Krol woord houdt. Maar ik had er al wat een beetje zwaar hoofd in. En wat schetst mijn verbazing, Henk Otte zit mijn stemmingsset in te vullen in onze fractiekamer. Dat gaat natuurlijk tegen de grondwet in. Ja. Dat gaat ook dus tegen een senator van een andere partij. Precies. Zit in de fractiekamer. Absoluut. Van de Tweede Kamer, in jouw kamer, ja. Jouw stemmingslijst in te vullen. Ja. Zogenaamd namens jou. Ja, en ik zei, ja, maar dit zo is, dit is ga echt je niet stemmen. Dat zo mag niet, toch? Nee, ik zeg maar, we stemmen zonder last. Dit is de grondwet. Überhaupt dat een Eerste Kamerlid in onze Tweede Kamer van een andere partij die niet democratisch gekozen is, ho, hier gaan toch wel wat dingetjes door elkaar lopen. Kijk, als je gekozen bent en je staat voor een partijprogramma, dan moet je dat gewoon, mijn inziens, uitvoeren. En als je besluit met wie dan ook een andere partij op te richten, dat is prima, maar voor na de verkiezingen, als je democratisch gekozen bent. En niet daarvoor al partijtje gaan spelen. En zeker niet partijvoorzittertje die je nog helemaal niet bent. En we zouden politiek en partij scheiden. Was er op dat moment een partij officieel opgericht? Of was er officieel, zijn er statuten waarin... Nou, de Partij voor de Toekomst was officieel opgericht. Maar daar was Henk Otte nog niet op bijgeschreven. Groep Otte, nee, Groep Otte bestond natuurlijk ook al. Dus Groep Otte is de partijkamer van de Partij voor de Toekomst binnengelopen, ja. Vanuit zijn Eerste Kamergebouw het Tweede Kamergebouw in. Ja. En heeft daar in jouw papierwerk zitten rommelen. Ja, om... nog voordat hij officieel... En wat heeft hij daar dan precies ingevuld? Was. Hij ging gewoon zitten kijken wat we moesten stemmen. En Henk Krol zat er een beetje als een geslagen hondje naast. En daar schrok ik gigantisch van. En over welke onderwerpen ging het op dat moment? Nou, alles. Er was een hele batterij en stemmingen. Dus hij ging het lijstje af. Hij ging het lijstje af en hij zei, hier stem je voor, hier stem je tegen. Ja. Ja, en dus hij vulde het in? Nee, hij vulde het gewoon in. En dan met de intentie om het aan jou te geven, zeggen, ga dit maar doen. Ja, ja, en ook op onderwerpen... Jij beschuldigt hem nu dus gewoon echt van een soort chantage. Ja, absoluut. Wauw. Ja. Maar even, dit was de laatste dag voor het reces. Dan stemmen jullie altijd tot 2-3 uur 's nachts. Dan moet alles er nog even heen. En die lijst heeft hij lopen invullen voor je. Ja, en ook de lijst, zeg maar de Kamer kwam nog bijeen over het onderwerp van het dus pensioenakkoord en de Europese top. En toen heeft hij ook die lijsten in zitten vullen in onze fractiekamer. Ik sta echt... Ja, en dat is echt heel heftig. En ik zeg, je kan niet zomaar mijn lijst in gaan zitten vullen. En op onderwerpen waar ik echt diametraal anders voor heb gepleit de afgelopen periode. Vanuit mijn idealen. Ik zei echt, nou, dit pik ik niet. En hij zei, het ging ook over, bijvoorbeeld over landbouwsubsidies. En ik zeg, joh, wat jouw hele redenatie klopt gewoon niet. Dit zijn de feiten. En hij zei, ja, maar het gaat me niet om de feiten. Je kan best gelijk hebben, maar het gaat om de beeldvorming. Ik zeg maar, zo ga ik mijn stemmingslijst invullen. Het onderbuikgevoel van, ja, het is de beeldvorming, hoe de kiezer, waar de kiezer denkt dat wij voor opkomen. Zo moeten we stemmen. Dus het is een propagandastrategie. Ja, blijkbaar. Zo van, ja, dit wil de kiezer horen en vandaag zijn de boeren boos en morgen is die boos, dus dan gaan we zo stemmen. Ik zeg, nee, dat ga ik dus niet doen. Heb je dat nog op tijd terug kunnen? Dat je... Nou ja, dat niet allemaal. En dat maar heb je dit gemeld? Ik heb dit gemeld aan Henk bij Krol. Bij wie heb je dit? En, bij Henk Krol, zeg je? Ja. Maar die zat erbij, zei je? Die zat erbij. Ik heb het ook besproken met mijn fractiemedewerker. Ik heb het... Dat is je... Nee, dat is Angelo Delze. Dat is de oud-vicevoorzitter van PINK. De jongere organisatie van de Partij voor de Dieren. Die is toen met mijn afsplitsing meegegaan. Oké, ja. Maar dat is echt ontzettend heftig. En ik had een ontzettende discussie met hem. En hij zei, ja, dit soort discussies had ik ook altijd met Thierry Baudet. En daar ben ik helemaal klaar mee. En wij zijn het motorblok en jij bent het blok aan ons been. Want dit gaat ons zetels kosten. Dat ben ik tegengekomen, ja. Ja, nou, maar dat even, echt, ik stond even, je hebt dit gemeld bij Henk Krol. En, en hij zei ook in de auto op de terugweg. Ik zei, joh,
Maar je hebt dit niet bij wie maak je dit aan? Ja, ik denk dan, ook niet bij het presidium, dat is weer al, maar nee. waar meld je dat? Ja, geen idee. Ja, ik weet het niet, maar dat moeten we nog misschien later over hebben. Heb je hier een bewijs van bij deze bewering? Ik bedoel niet dat ik je niet geloof of wil geloven, maar kun je dit op een of andere manier hard maken en dan ook nog alsnog ergens aanhangig maken? Of heeft dat überhaupt geen zin? Want dan is het meer van, ja, dit is jullie onderlinge gekonkel en zoek het maar uit. Ja, kijk, hij heeft ook toegegeven dat er discussies waren over emoties. Hij heeft zelf in het AD gezegd dat ik anders wilde stemmen over die 500 kinderen uit Griekenland. En daar heb ik inderdaad, en dat spijt me heel erg, dat ik me onder druk heb laten zetten door Henk Otte om anders te stemmen. Ik zat er echt, en er zaten ook partijen te kijken van, nou, wat is zij nou aan het doen? En ik schaam me kapot en ik dacht, ja, ik kan het hier en nu laten ploffen. En had ik het in godsnaam maar gedaan. Hoe was die terugweg met Henk? Ik zei meteen toen we de garage uitreden van, joh, het is toch ongelooflijk dat Henk Otte onze lijst in zit te vullen. Wij zijn toch in de lead voor het politieke verhaal, voor het partijprogramma, maar ook voor de stemmingen. We gaan over onze eigen stem. Toen zei hij, ja, maar hij is wel onze partijvoorzitter. En toen dacht ik, oh, je gaat iets helemaal mis. Want hij zou tijdelijk partijvoorzitter zijn. En dan nog, hè, we hadden allerlei afspraken. Ja, dat zou losstaan, dat heb ik net uitgelegd. Dat zou losstaan van elkaar. Politieke keuzes en stemmen zonder last. Ja, en toen dacht ik, en toen heb ik de volgende dag heb ik Henk Otte opgebeld. Ik zei, we zijn ontzettend gebotst. Ik nodig je uit bij mij thuis om te eten. Of kom wat drinken. En we gaan hierover praten. Want dit kan niet. Nee. We moeten hier uitkomen. Ik ben ontzettend redelijk. Ik wil best jouw kant op bewegen, maar dit is niet de bedoeling. Toen zei hij, nou nee, daar heb ik geen behoefte aan, want ik hou werk en privé gescheiden. Mensen komen ook niet bij mij thuis. Ik zei, oké, nou prima, dan doen we het in een restaurant of ergens waar we gewoon dus privé kunnen zitten, maar niet thuis. Ook goed. En toen zei hij, nee, nou misschien nodig ik je uit voor een bestuursvergadering. Ja, misschien, maar dat moet ik nog even met Krol overleggen. Ik zei, pardon? Ik zei, ja, en ik wil ook wel even weten, hoe gaan we dat verkiezingsprogramma nou invullen? Want dat schrijven Henk Krol en ik. En toen zei hij, nee, het is de bedoeling dat ik penvoerder word, want dat deed ik bij Forum ook. Dus ik word penvoerder van het verkiezingsprogramma. Ik zei, nee, Henk Krol en ik hebben afgesproken dat wij in de lead zijn over de politieke keuzes. Dat wij onafhankelijk zijn. Maar lang verhaal kort. Dus dat liep uit de hand. En hij zou nog heel even overleggen of ik uitgenodigd zou worden bij de bestuursvergadering. Ik ben niet uitgenodigd bij de bestuursvergadering. Ik moest ook in de media vernemen dat Johan Derksen geprezen door Otte en Krol lijstduur zou worden van mijn partij. Ik heb zoiets van, joh, een voetbalcommentator, prima. Maar doe dat op tv, dat hoort niet op mijn lijst. Als je wat hij had gezegd. LHBTI-gemeenschap echt de kakken zet. Dat wil ik. Je echt een heel groot probleem. En echt, de eerste reactie die ik daarover had was over my dead body. Absoluut no way dat Johan Derksen was de lijstduur wordt. Dat was niet de druppel, maar dat waren heel veel druppels. Ik had zoiets van, ja, Henk Krol had beloofd om mij op maandag te bellen. Dit nieuws moest ik uit de krant vernemen op zondag. Ik dacht, nou, ik spreek hem morgen wel. Als ik hem nu spreek, dan slaan de stoppen door aan alle kanten. Ik spreek hem morgen wel. Hij heeft me nooit gebeld. Okay. Hij heeft mij nooit gebeld. En op donderdagavond 22:30 kreeg ik na lang aandringen de tijd en de plaats van ongeveer 12:00. Ongeveer. Op het partijbureau in Den Dungen, hè, waar we dat kantoor lenen, zeg maar, in bruikleen hebben. Daar is de bestuursvergadering en Jeroen stuurt je wel even de agenda. Ik kreeg om 22:45 s'avonds, op donderdagavond 23 juli, de agenda. En daar bleek dat de bestuurders, waarvan ik dacht, dat is het gewoon ons bestuur, ons oude Partij voor de Toekomst bestuur, zoals we dat hebben geïnstalleerd. Onder andere een oud rechter, de oud voorzitter van de rechtbank Den Bosch zat daarin. En ik dacht, nou, die tref ik aan met als agendapunt de fusie. Wat schetst mijn verbazing? Dus niet de alliantie, maar de fusie. Nou ja, dat was toen al bekend, dat de fusie zou worden. Ik kijk naar die agenda. Ik zie daar alleen maar de namen
van het beoogde bestuur. En een agenda die niet rept over stemmen, over een fusie of wat dan ook. Dus ik ben, en er zaten ook de bestuursnotulen van een vergadering van 10 juli bij. Dus ik dacht, is er een bestuursvergadering geweest van 10 juli? Ook het beoogde bestuur, nog niet zittende bestuur, nam vergaande bestuursbesluiten. Stond vertrouwelijk Partij voor de Toekomst en dan bestuursbesluiten over Henk en Henk schrijven als enige het partijprogramma. Wordt niet voorgelegd aan de leden. Maar wordt gecheckt bij een professor Lutjens over pensioenen en Olaf Stuger, oud-PVV. Ja, okay. En voor de rest niemand. En de ledenplatform wordt van tafel geveegd. Alle lopende contracten worden beëindigd. Gaat het bestuur niet eens over? Was mijn contract? Hè? Komen we straks nog op. Ja. Maar er wordt gewoon met één pennenstreek en unaniem besloten. Dus ik probeer Henk te bereiken. Ik heb hem geappt. Ik zei, ik zie nu de bestuursnotulen. Wat is dit? Dit is allemaal van tafel. Dat is niet volgens de afspraken. Ik ben witheet. Waarop Henk Krol alleen maar antwoordt. Dan hebben we een groot probleem. Ga je voor succes of gaan we voor een hobby? Even een klein moment. Neem even een slokje. Ja. Ik moet even een klein puntje van orde maken. We hebben uiteraard zowel Henk Otte als Henk Krol, als Jeroen de Vries, de drie mensen op dit moment achter die Partij van de Toekomst, of Go, of hoe het straks ook mag heten, gebeld vanmiddag om een reactie te vragen. Niemand nam op en dat kan te maken hebben vanwege nummerherkenning. Dat punt wilde ik wel even maken. Dan kan ik misschien wat citaten voorlezen die Henk Otte heeft vandaag wel tegen, ik ben vergeten erboven te zetten, maar ik meen NRC Handelsblad gezegd, ze vertoont nogal diva gedrag. Yeah. Dat heb ik genoeg meegemaakt bij mijn vorige partij met Thierry Baudet. Daar zit ik niet meer op te wachten. Snap je dat? Snap je dat is een beetje van, moet ik het nou nog een keer uitleggen? Met zulke mensen wens ik niet te werken. Op 29 juni werd er in het interview gevraagd, komt er geen ruzie? Of nee, is Femke Merel van Kooten niet veel te links voor de nieuwe Partij voor de Toekomst? Waarop Krol zegt, daar ben ik niet bang voor. Femke kreeg bij de Partij voor de Dieren juist altijd het verwijt dat ze te rechts was. Ik weet niet of dat zo is. Maar... Ja. Otte zegt, ik vind termen links en rechts zo achterhaald. Je kunt best economisch streng zijn en tegelijk van dieren houden. Ja. Wat niet onwaar is, denk ik. En Krol zegt daarop, Merel zegt zelf altijd dat een vogel een linker en een rechter vleugel nodig heeft om te kunnen vliegen. Heb je absoluut. Ja, dat was ook heel lang dus mijn banner op Twitter. Oké. Okay. Dus, dat was op 29 juni, 6 augustus, zegt Krol. Femke Merel had in onze ogen wel een aantal achterhaalde ideeën, met name over immigratie. Zo wilde zij voor de motie stemmen om honderden asielkinderen uit Griekse kampen naar Nederland te halen. Met andere woorden, dan zijn jouw wat linksere opvattingen ineens toch een probleem. Ja, maar dan denk ik, is dat links? Als je kunt ook zeggen, ik ben tegen ongebreidelde immigratie. We moeten daar iets aan doen. We moeten draagvlak houden in de samenleving om het allemaal te kunnen dragen. We moeten ook oog en zorg hebben voor de mensen hier. Dat iedereen een woning heeft, dat iedereen het goed heeft. En we moeten, als we vluchtelingen opvangen, moeten we dat ook goed doen. Dan moeten we mensen niet heel lang laten wachten tot hun kleine kindjes geworteld zijn, et cetera. Dat gaat over mensenrechten. En dit gaat over kinderrechten. Hè? Het zijn kinderen. Mm-hmm. Je gaat niet... Kijk, ik vind alles prima, maar je gaat niet tornen aan kinderrechten. Dus ja, als dat links is, ja, dan be my guest. Ik vind dat ook een lastige. Ik was destijds voor het kinderpardon. Ja. Ik vond die actie van Tim Hofman, waarbij die kleine Nemmer mee naar Dijkhof nam, vond ik heel erg sterk. Ja. Maar je zag wel in de reacties dat veel linkse mensen vonden dat heel tof en veel rechtse mensen vonden dat heel vervelend. Ja. En ik dacht, ik ben ook gevoelig voor als je dat één keer doet, zo'n kinderpardon, dan komt er nog één en nog één. En zolang er geen, dat niet gebeurt. Zolang er geen structurele oplossing is voor het onderliggende asielprobleem en et cetera. Maar goed, dat is een heel lang zijspoor. Maar daar zijn de kinderen dan de dupe van. Maar ik wil toch even ook een ander kritisch vraagje stellen. Want het kwam net al ter sprake, Johan Derksen zou mogelijk lijstduwer worden. Althans, Otte heeft op Radio 1 gezegd dat hij dat wel zou zien zitten. Ja. Jij zegt in dat interview in AD vandaag, toen ik dat hoorde, zei ik meteen over mijn lijk. Ja. De manier waarop Derksen de LHBTI-gemeenschap onderuit haalt, is weerzinwekkend. Ja. Dan vraag ik me toch af wat je daar precies mee bedoelt. Wat heeft Derksen dan precies gedaan tegen die... Henk Krol is zelf vrij bekend homoseksueel. Ja. Ik denk dat je hem nog die ouderwetse term mag geven. Gaykrant, COC. Ik heb goede contacten bij het COC. En ik heb ook een aantal LHBTI-vrienden. En
Dat is wel een beetje het... Ik heb ook een vriend van kleur aangemaakt. Nee, maar ik bedoel... Hè? En iedereen zei... Henk Krol pleegt verraad aan de LHBTI-gemeenschap door dit. Vind je dat echt? Ik vind dat heel zwaarwegend. Zo iemand hoort niet op een lijst van een politieke partij... Wat heeft hij dan precies gedaan tegen die gemeenschap? Nou ja, hij heeft op de nationale televisie... heeft hij LHBTI'ers en transgenders en homo's dus belachelijk gemaakt. Echt verschrikkelijk. Mag dat niet huilie huilie, van nou, het is helemaal niet zo moeilijk om uit de kast te komen. Ja, waar hij heel duidelijk zelf ook bij zei, dat hij zich heel goed kunt voorstellen dat het in de voetbalwereld lastig is om ervoor uit te komen. Dat doet namelijk niemand. En dat hij dat punt daar ook mee aanstipte. Voor mij ook vrij duidelijk zei dat hij juist hoopte dat mensen daarvoor uit zouden komen. Hij zei het, hij verwoordde het onhandig, maar hij bedoelde volgens mij... Sorry, Johan, ontstaan. Ja, ik vind hashtagpolitiek gaan bedrijven. Noem je dat hashtagpolitiek? Nee, maar dat... Er zijn mensen oprecht heel erg gekwetst. Tuurlijk, maar daardoor. Mensen zijn tegenwoordig nog gekwetst als er een stoeptegel scheef ligt voor. Nee, maar ik vind dat je als hetero man niet kunt zeggen dat je dat het voor een ander, een LHBTI'er of een transgender, of heel makkelijker is... Ja. Heel makkelijk is om uit de kast te komen. Ik ben het hier met je eens. Ik vind dat heel veel mensen houden van voetbal. Die hebben ook... misschien zijn er wel heel veel voetbalfans, jonge mensen die daarmee worstelen. En die kijken naar hun grote held, Johan Derksen, die op nationale televisie zegt dat ze niet zo huilie-huilie moeten doen. Nou, ik vind daar wat van. Ik wil erin meegaan dat homofilie zogenaamd niet bestaat in de voetballerij. Dat, mm-hmm. dat is een doodgezwegen onderwerp en daarmee dus een maar kijk, hij mag dit zeggen. Kijk, het is ook een soort vrijheid van meningsuiting. Het gaat een beetje over het randje, vind ik persoonlijk. Maar hij heeft die keuze gemaakt. Ik ga het zeggen op nationale tv. Dat is allemaal prima. Ik vind het ook echt prima en hartstikke goed dat mensen opkomen voor de LHBTI-rechten en het zeggen van wij gaan met een hashtag, sorry Johan. Maar dat hoort niet op mijn kieslijst. Maar denk je niet... Ik interpreteerde zijn uitspraak als we zijn een vrij land en je zou gewoon wel uit die kast moeten kunnen komen. Absoluut. En ik zal de laatste zijn. Ik, Johan Derksen, zal de laatste zijn om te zeggen dat het niet mag of dat je... Ik denk dat hij dat bedoelde. Met een pruik opzitten. Van er ging een transgender voor het eerst naar het werk. Met een om wie het ging, daar had geen moeite mee. Daar waren mensen plaatsvervangend boos over. Mijn algemene punt is een beetje dat mensen wel heel snel... Mensen mogen boos zijn, hè? En mensen mogen dingen zeggen. Tuurlijk, maar... En ik ben echt een groot voorstander van het recht van vrijheid van meningsuiting. En ik zal het ook te vuur en te zwaard verdedigen. Maar iemand die op die manier uitspraken doet over onder andere de LHBTI-gemeenschap, komt niet op mijn lijst. En daar ben ik toch... Dat laatste is buiten kijf. En ik kan ook prima voorstellen, denk, als ik hem hoor, daar wil ik niet bij horen. Ik me ook prima voorstellen. Waar ik alleen overviel is jouw letterlijke citaat uit de krant van vandaag. De manier waarop hij de gemeenschap onderuit haalt is weerzinwekkend. Dat vond ik. Mag. Maar ik vond dat daar had ik vragen bij. Omdat ik dat nogal een stellige uitspraak vind. Waarbij ik denk dat je er vanuit mijn optiek een beetje naast zit. Maar dat neemt niet weg. Dat is prima. Maar kijk, dat is een mening. Maar wij richten een politieke partij op die opkomt voor de zwakkeren. Ja. Dan moet je niet bij Henk Otte zijn, denk ik. Als Henk Otte wil voor een rechtsere VVD. Dat blijkt. Je hebt ook eerdere citaten voorgelezen. Waaruit blijkt dat hij toch... van zins leek te zijn om mijn kant op te bewegen. Ja, niets is minder waar. Ja, dan moet ik toch conclusies trekken dat ook bepaalde afspraken met de voeten worden getreden. En ik vind dat als je vergaande besluiten neemt over de inrichting van de partij, over de inrichting van het bestuur en over lijstduwers, dat ik dat niet achteraf uit bestuursnotulen moet vissen. Ja. En dat ik het ook niet uit de krant moet lezen. Okay, maar goed. Maar heb jij het gevoel dat Henk Otte de hele partij gekaapt heeft? Ja, absoluut. Ja. En weet dat Henk daarvoor gebogen heeft? Want weet je wat ik las? Nee. Ik heb dus een mailtje gestuurd. Ik dacht, ik ga niet naar de bestuursvergadering. Dat netbestuur, dat nog helemaal niet zit. daar ga ik niet bij zitten. Want dan geef ik hen een soort van... ik erken jullie als bestuur.
Nou, dat doe ik niet. Ik wil eerst van het oude bestuur, het zittende bestuur, horen hoe is dit nou precies gegaan. Is er een algemene ledenvergadering bijeengeroepen? Zijn er volmachten getekend door de leden? Ik bedoel, er wordt nu gesteld dat ik geen lid ben. Nou, ik heb officieel een lidnummer gekregen en er staat gewoon in concept fusieakte dat ik gewoon goedgekeurd lid ben en dat er een volmacht van mij zou moeten komen om die fusie goed te keuren. Dus ik dacht, ja, als er zulke vergegaande bestuursbesluiten worden genomen, dan wil ik wel even controleren of dat allemaal wel goed is gegaan, want ze zijn mij vergeten. Hoe zit dat precies? Dus ik stuur een mail, gewoon heel juridisch, van wat, wanneer en hoe is er gebeurd. Best bestuur, met Henk Krol als voorzitter natuurlijk ook in de cc. Vervolgens krijg ik een uurtje later een mailtje van een van de bestuursvoorzitters, de zittende voorzitter, die zegt, nou ja, bij mijn weten zijn wij nog steeds het zittende bestuur. En, maar als jij bestuursnotulen hebt van 10 juli, ja, zou je mij die dan toe kunnen sturen? Alles buitenspel, zeg maar. Dus ik zeg, ja, die stuur ik je toe. En ik wilde hem net dat sturen. Toen zag ik, daar staat vertrouwelijk boven, is ik type een mailtje van, ja, excuus. De meest correcte weg is om dat even via Henk Krol te vragen. Ja. En ik kan meteen ook uitleg geven hoe en wat. Dan krijg ik meteen, 10 minuten later, een mailtje terug van diezelfde van hetzelfde bestuurslid. En die zegt, joh, oké, zonder aanhef, gewoon oké. Als je mij nu kunt bevestigen dat er vertrouwelijke bestuursnotulen zijn van 10 juli, dan zeg ik per direct mijn bestuurslidmaatschap op en stap ik uit het bestuur van de Partij voor de Toekomst. En we hadden naast Henk Krol, omdat iedereen uit het bestuur en weer in het bestuur, hadden we maar 3 bestuursleden. Dus ik dacht, alsjeblieft, ik moet de fusie nog tegenhouden. Ja. Alsjeblieft, blijf zitten. Dus ik heb hem alleen privé, zonder al die mannen in de cc, heb ik hem een mailtje gestuurd. Van, alsjeblieft, ik heb je telefoonnummer niet, maar kunnen we hier even over praten, over de ontstaande situatie? Want dit is toch wel heel erg, dat zelfs het zittend bestuur hier buiten is gehouden. Nou, vervolgens wordt daar niet op gereageerd. We merken wel, hè, want ik had ook onder andere verschillende social media accounts aangemaakt voor de Partij voor de Toekomst. Daar zijn natuurlijk e-mailadressen aan gekoppeld. We kregen mailtjes binnen, je wachtwoorden worden gewijzigd. Ik dacht, nou, dat is lekker. Je stelt gewoon rechtmatig, gewoon. Hey, je stelt gewoon vragen aan het bestuur. Hoe zijn dingen gegaan? Want ik heb zorgen hierover dat het wel allemaal goed gaat met al die bestuursbesluiten. En je krijgt vervolgens geen reactie, maar je krijgt de wachtwoordwijzigingen. Ik heb een week gewacht. Toen kreeg ik en ik heb toen een herinnering gestuurd. Dat was afgelopen vrijdag, vorige week vrijdag. Heb ik nog een mailtje gestuurd van jongens, ik echt waar, ik doe een beroep op jullie bestuursverantwoordelijkheid. Ik wil dat jullie verantwoordelijkheid nemen en de stappen ondernemen die bij jullie verantwoordelijkheid horen. Want niet alleen het bestuur heeft haar goede naam in deze partij verbonden, maar ook de mensen in het land die zich al bij ons hebben aangesloten of lid willen worden, et cetera. Nu moet de duidelijkheid komen. Ik krijg na het weekend een mailtje, nou, je raadt het niet, van diezelfde bestuursvoorzitter namens het bestuur. Het was zo dat de Partij voor de Toekomst hief zichzelf op. Groep Otte, die veranderde haar naam in Partij voor de Toekomst. Alle bestuursnotulen, alle statuten. Ja. Dus alle regels van het, of het bestuur onbezoldigd is of niet. Nou, ja. Dit bestuur van Otte, dat kon zichzelf allemaal dus beloningen toebedelen. Naast de onkostenvergoeding die alle bestuursleden recht op hadden, had volledig invloed op de hele politieke lijn van alle fracties. En nog meer van dat soort dingen. Dus, en niet tijdelijk bestuur. Mag ik Femke meer? Ja, zeker. Mag ik ja. Een hele prangende vraag? Nou ja, eigenlijk is een heel lang verhaal kort. Heeft de Partij voor de Toekomst zichzelf nu al naar de mestvaalt van de geschiedenis verwezen? Zo hoort, is het gewoon een soort van bestuur. Machtsblokje van een paar mensen die wanhopig proberen in de politiek te blijven. Ja. En bereid zijn om daar. En het helemaal niets met idealen. Echt. Ik denk dat ze nu al balen dat ze vanmiddag niet even de telefoon opgenomen hebben, Tom. Ik verwacht ook dat ze zitten te kijken, maar dat ze me appen. Maar dat doen ze niet. Of misschien heel slim van ze.
Oké, okay, we zijn inmiddels bij het punt van vandaag. We zijn in die hele tijdlijn. Ja, ik wil nog heel even iets over mail zeggen. Ja, maar dan ook echt klein, heel even. Ja. Want ja, dat weet je nooit bij een politicus. Ja, in die mail stond, en dat vond ik heel, heel apart. Nou, het is waar. Ja, nee, sorry, ik lach op iets anders. Nee, Bart zit hier op Twitter verslaan. Je mag even de tussendoor. Sorry, Tom checkt of Otto of iemand uit die hoek al zit te appen. En ik denk, ik check ook even. En ik heb een appje. Ik ga geen naam hardop noemen, maar iemand die in die hoek actief is, laat ik het zo zeggen. Die zegt, top uitzending. Heeft Femke een advocaat nodig om dit recht te zetten? Want ik betaal graag. Zal het na de uitzending noem ik naam. Oh, maar jongens, dat doen we buiten. Maar goed, we zijn maar, okay, nog even heel klein. En dan, want god, we zijn echt al lang aan lul. En dat wil maar ik namelijk naar vandaag. Ja, oké, okay, maar in die mail van die bewuste meneer die de week ervoor nog zijn bestuurslidmaatschap aan de wil wilde hangen, omdat hij niet op de hoogte was gesteld van de bestuursvergadering en de bestuursbesluiten van het nog niet zittende bestuur. Een hele lange mail van, het klopt helemaal niks van. Ik heb het allemaal niet goed begrepen. En by the way, je bent ook helemaal geen medeoprichter. Je bent, je hebt geen enkele formele functie binnen de Partij voor de Toekomst. En oh ja, je bent niet eens lid. Want je hebt niet betaald. Maar niemand kon betalen, want we hadden nog een bankrekening. Wat dus niemand is lid. Nee, dus eigenlijk is niemand lid. Maar ik was zogenaamd ook niet goedgekeurd door het bestuur. Maar dat heb ik op papier dat het wel zo is. En op 17 juli, nog niet heel lang geleden, heeft Henk Krol zelf getwitterd. Femke Merel, medeoprichter van de Partij voor de Toekomst. Dus ja, dat is de Partij voor de Toekomst die is opgeheven. Nou ja, en er is nu een nieuwe Partij voor de Toekomst. Die een schizofrene situatie. Ja, nou, dat wel. Ja, maar Henk Krol is geen domme man natuurlijk op dat gebied. Nou ja, het maakt het ook niet makkelijker dat ze allebei Henk heten. Misschien best wel kloppen. Maar dan staat er dus van, ja, het waren informele besluiten. Of het waren informele bestuursvergaderingen en informele besluiten. Maar dan denk ik, ja, daar ga je toch niet alle lopende contracten op zitten zeggen. Ik bedoel, ja, heel, heel erg raar. En als er dus, ja, inderdaad, er moest nog een algemene ledenvergadering gehouden worden. Maar daar zou ik niet in betrokken worden, want ik had geen enkele formele functie. Dus tot zover de inspraak. Neem nog even een slokje. Ik neem even een adem eventjes. Het is een lang verhaal. Je bent al 56 minuten aan het woord. Meen Bart niet. Houdt zich heel goed. Doet u heel netjes. Wow. Maar we zijn vandaag. we zijn nu bij vandaag. Want vandaag komt dat nieuws naar buiten. Gisteravond was dat al naar buiten gebracht. En we hebben elkaar gisteren aan de telefoon gehad. Dus ja, kom lekker bij ons. Mag je alles vertellen hoe het is gegaan. En dan is een beetje de eerste in de ochtend die Henk in de uitzending heeft, is Giel Beelen. Die zit nog bij Veronica, die gaat straks terug naar NPO. Mm-hmm. En daar hebben we een klein stukje even uitgepakt. Want het klassieke modder gooien, die wedstrijd, die is begonnen. En die gaat een paar dagen duren, denk ik. In startje 2, alsjeblieft. Maar wat hij dan nu ook zegt, we waren er niet bij, maar op die avond blijkbaar iemand zei, nou moedertje, moet jij niet terug naar je zoon? Ik was bezorgd omdat ze de hele dag zei, ik kom, want we hadden haar gevraagd om daarbij te zijn, maar ik moet ook gewoon de kleine zorgen. Nou, als iemand dat tegen je zegt en het wordt later en later, dan zeg je op een gegeven moment, moet jij niet voor de kleine zorgen? Ja. Lijkt mij een bezorgdheid. Waar geen boze ondertoon bij zit. Nee, oké, okay. Ik hoor het al, wat een raar verhaal. Maar wat heeft zij voor dubieuze vrienden dan? Nou ja, daar ga ik niks over zeggen, want dat zijn de vrienden van haar man. En daar blijf ik buiten. Maar we hebben daar meerdere keren opheldering over gevraagd. En dat werd ons. Maar welke hoek moet ik zoeken? Is het de maffia? Zijn het de Hells Angels? Waar hebben we het over? Nee. Maar toch figuren waarvan je denkt, nou, daar wil ik wel eens wat meer over weten. Waarom werk je daarmee samen? Waarom sluit je daar contracten mee af? Waarom zeg je die behoorlijke bedragen toe? Mag ik dan als medepartner weten waar het precies over gaat en wat die precies allemaal te zeggen krijgt? Op dit moment heeft Bart Nijman contact met Henk Otte. Heb je een kleine update? Ik ga het gewoon hard op voorlezen. Ik bedoel, wederhoor live in de uitzending. Ja. Ik appte Tom net, het klopt totaal niet wat ze zegt. Wat Femke net zei, ik lees het zelf nu ook voor het eerst. Even voor de orde, dus ik weet niet wat er komt. Spannend. Mm-hmm. Ja. Wat Femke net zei over dat stemmen klopt niet. Ik heb die avond met Krol en de fractieassistenten geholpen bij het organiseren van de stemmingen, omdat het bijzonder chaotisch was met elk half uur binnenkomende stemmingssets. Femke zag dat het allemaal goed ging en liep weg. En we hebben haar uren niet meer
meer teruggezien. Oh. En ze was het eens met vrijwel alle voorstellen zoals Krol wilde stemmen. Enige motie waar enige discussie over was, was de motie Azarkan over Griekse vluchtelingen. Uiteraard stemt Femke zonder last. Oh, kijk, ja. Live wederhoor. Nou. Wel eens niet een spelletje. Jeetje. Nou, er was er toch een motie van D66. En het ging over excuses voor het slavernijverleden. Daar stond ik onder. Daar stond ik onder. En dan moest ik onderuit. En ik heb met Jan Paternotte heb ik een appgesprek gehad. En ook meerdere telefoongesprekken. Van ja, het spijt me heel erg. Excuses. Maar het gaat er niet doorheen. En ik baal hier ontzettend van. En ik zei ook tegen Henkel, ik vind dit echt lelijk. En ik heb ook daar nog appgesprekken van. Van joh. Allemaal bewijs. Allemaal bewijsbaar. Dit is niet oké als we hier nog onderuit gaan. Even een botte vraag. Ben je bereid om die appgesprekken te overhandigen? Kijk, zonder dat we ze publiceren? Nou, als jullie niet publiceren, ben ik natuurlijk, hè, als jullie, kijk, aan journalisten ben ik bereid om alle openheid te geven die er maar mogelijk is, om mijn beweringen te staven. Dat heb ik ook gedaan met de journalist van het AD. Hij heeft niets opgeschreven zonder dat hij dat driedubbel gecheckt heeft en dat bewijsbaar was. Dus ja, tuurlijk. Zou je dat voldoende vinden of wil je het dan ook publiceren? Nee het wordt niet, want het vind ik zo lelijk. Als zij haar bewering kan staven, ja. als ze nu zegt, kan laten zien in haar apps, dan mag ik aannemen dat als ik zeg dat ik gezien heb wat zij zegt, dat voldoende is, toch? Ja. Okay. Even terug naar het stukje bij Giel, want daar, dat was eigenlijk de kick-off van het moddergooien vandaag. En dat daar, die wedstrijd die is in deze bloedhitte, speelt hij nog steeds. Allereerst, je hebt onder andere je man fractiesecretaris gemaakt, je hebt contracten gegeven en je hebt foute vrienden. Dat is een beetje... Ja. Hij heeft foute vrienden hebben. Over wie hebben we het? Wie zijn die mensen? Kijk, als je niet de ballen hebt om mij persoonlijk aan te pakken, als je niet op mij te vinden hebt, ga dan niet naar mijn man of naar mijn familie. Kijk, wij hebben een dochter, een bonusdochter van 12 jaar. En zij leest alle nieuwsberichten. Ik zeg altijd, don't read the comments. Want die zijn nasty. Hè? Dat hoeven wij geen stijl niet te vertellen. Lees de artikelen. Prima, ze is daar geïnteresseerd in. Maar don't read the comments. Als er dan een artikel in een kwaliteitskrant, als het NRC verschijnt, waarin staat keihard dat Henk Krol, de man die mijn zoontje nog een Bert en Ernie knuffel gaf, dat die man die zij zo aardig vindt en tegenop kijkt, van haar vader zegt dat hij een baatjesjager is, dat hij zijn vrienden contracten geeft. Nou, dat doet mij zo ontzettend pijn. Ik heb gekozen voor een publieke functie. Mijn man heeft er niet voor gekozen. Hij heeft mij door dik en dun, door alle mediastormen heen geholpen. En dat waren er nogal een paar. Ik heb er diep respect voor. Hij heeft me altijd bijgestaan. En hij heeft jou ook politiek bijgestaan, toch? Hij heeft mij politiek onbezoldigd bijgestaan. Heb ik nooit een geheim van gemaakt. Nee, maar even dat het benoemd is. Op het moment dat Henk Krol zich bij mij aansluit, was hij al fractiesecretaris. Was hij al ambtelijk secretaris voor mij, dat ik me kan concentreren op het parlementaire werk. Mm-hmm. En dat mijn man... Onbezoldigd. Want we hebben ook als afsplitser maar een heel klein budget. Ja. We hebben Angelo in dienst. We hebben een hele dus kleine schaal, dus 13. En er is nog dankzij D66 nog een schaal 6 bijgekomen. Ja. En er moet alles van betaald worden. Alles. En... op het moment dat Henk Krol bij ons aansloot, zei Henk Krol, ik vind eigenlijk, en daar zijn ook, het is ook bewijsbaar, zijn ook mailtjes heen en weer gestuurd, hij vond loon naar werken. Hij vond dat mijn man betaald moest worden. En daar zijn hele mails over gestuurd, dat mijn man hem ook daar hartelijk voor bedankt, dat hij dat weer heel erg waardeert en dat hij het moeilijk vindt om over zijn eigen salaris en dat hij ook zeker niet te hoog wil inzetten, want ambtelijk secretarissen normaal gesproken bij een grote partij die verdienen veel en bij kleine partijen ook. Dat is niet misselijk, dat is bijna een kamersalaris. En hij zei van, maar ik wil het echt niet te veel hebben, maar ik ben wel heel erg dankbaar dat je dit doet. Het is allemaal bewijsbaar. Ook mijn man heeft Henk Krol volledig geholpen met het hele afsplitsen, met het
Alle toegangspassen van de medewerkers waren geblokkeerd. Dat heeft hij weer hersteld, is ook zijn werk. Maar hij is ook zijn schilderijen uit zijn kamer gaan halen, omdat hij zelf niet de ballen had om die zelf op te halen bij 50+. En dan denk ik, ja, en dan ontzettend op mijn man steunen. En leugens in de krant zetten die mijn dochter, mijn bonusdochter, morgen in de krant leest van die Henk Krol, die aardige meneer waar ze tegenop kijkt. Ja, dan denk ik, joh, vind je ruggengraat terug, pak mij aan, maar laat mijn familie met rust. Vind ik goed, en nu zegt hij dus in de radio-uitzending bij Giel, heeft hij vanmorgen gezegd dat jouw man dus ook nog dubieuze vrienden heeft en waar geldstromen. Waar haalt hij de onzin vandaan? Op wie zou die doelen? Geen idee. Heeft hij het dan nu over de contacten die je met Ahmed Arad hebt en met Astrid? Over de voorzitter van het COC. Mensen die dus in dat platform aan het bouwen bent. Ja. Waar dus dat ledenplatform, want ik neem aan dat jouw man daar. Ja, ook daar gaat het over, ja. Denk ik hoor. Ik weet niet wat ik bedoel. Maar goed, feit dat jij hebt nog nooit leugens gezegd. Ik bied jou een baan aan, hier heb ik contract. Nee. Hier teken je. Nee. Dat is niet gebeurd. Nee, absoluut niet. Even dat heel zwart. Ja, ik vind dat als je dat soort dingen in de krant zet, dan moet een eerste hoor en wederhoor plaatsvinden. En je moet het kunnen bewijzen. Uh-huh. Als je zegt, we hebben daar heel veel vragen over gesteld. Is niet zo, bewijs het maar. Kijk, dat je echt geen verstand hebt van ICT en van websites en dat je denkt van, nou, ik begrijp helemaal niet hoe het in elkaar zit en dat je daar vragen over stelt en dat Ahmed dat gewoon keurig punt voor punt uitlegt en dat ik en Frank, mijn man, dat ook nog keurig proberen uit te leggen en het gaat er niet in. Ja, dat heeft niets te maken met loesje vrienden. Dat gaat gewoon een gebrek aan kennis over een website. En dat moet je niet verwarren en dan als je ontzettend fout bent geweest en de bestuurlijke jamboel van je partij hebt gemaakt, dan vervolgens met modder gaan gooien en pure leugens in de krant zetten, dan heb je echt een hele kwaai aan me. Ja, nee, duidelijk. Diva gedrag. Je bent een divaatje. Ja. Dat vind ik wel apart, want de diva verwacht ik niet om 11 uur 's avonds nog in het Tweede Kamerdebat. Die verwacht ik of dan. Om 3 uur 's nachts. Of om 3 uur 's nachts. Ja. Maar ik weet het niet, het kan. Want ik heb je wel eens geïnterviewd, maar de rest ken ik je ook niet. Dus ja. Nee. Wat is diva gedrag bij jou? Ik weet het niet. Ik weet niet. Mevrouw die dat ik een mening heb, dat ik een mening heb, dat ik Tweede Kamerlid ben, dat ik zeg ik ben geen plusplakker, maar volksvertegenwoordiger. Ik wil opkomen voor de mensen die me nodig hebben. En ik ga me niet inlaten met het grote geld en mijn idealen inleveren om nog 4 jaar gemuilkorfd in de Kamer te zitten. Ja, is dat diva gedrag? Je mag het me vertellen. Nee. Maar ik denk niet dat ik hoor wel Jan Roos weer nu. Oh, is dat zo? Nee. Ja, nee. Want als het over die was. Ik zit je te stakken. Dat is flauw. Over Jan Roos. Ik las vandaag in de NRC Handelsblad. In het toch altijd keurig feitelijk correcte NRC Handelsblad. Stond een alinea waarin gesuggereerd werd dat zowel Ahmed Arad als Jan Roos als Frank van Kooten, jouw man, op de kieslijst voor. Alsof ze alle drie op de kieslijst voor geen pijl hebben gestaan. Want een van mijn redacteuren vroeg van, heeft de man van Femke Merel ook op jouw lijst? Ik zei, waar haal je dat vandaan? Ja, dat staat hier in NRC. Ja, ik heb de beste man nog nooit ontmoet. En ook Jan Roos heeft nooit op die lijst gestaan, want die ging destijds naar VNL. Alleen Ahmed heeft op die lijst gestaan. En dat is ook later hersteld overigens, moet ik ook voor de volledigheid erbij zeggen. NRC heeft dat hersteld, maar had het dus in eerste instantie wel volledig verkeerd opgeschreven. Dat, die suggestie daar. Dat was in eerste instantie, maar in tweede instantie dan ook. Ja. Er was nog een dingetje. Geert Dales, die is er ook uitgebonjourd. Bij 50. Het logo betaald. Ja. En die werd vervolgens. Dat zonnetje. Ja. Ik kreeg een heel erg vakantiediscounter gevoel bij het logootje. Sorry. Het moest snel gemaakt worden. Dat staat buiten kijf. Maar wat ik vind heeft het zelf. Betaald? Ik heb geen idee. We hebben het cadeau gekregen. Er is niks betaald. Ik heb geen idee. Want Geert Dales betaalde het logo en werd vervolgens gedumpt. Dat las ik. Wordt Geert Dales. Nou ja, Henk Otte, die zei meteen in de media, terwijl ik had gezegd van Geert Dales is welkom bij ons. Zei Henk Otte ook weer in de media, zonder dat eerst te overleggen. Geert Dales is totaal niet welkom bij ons. Dan denk ik, je kan zoveel willen, maar dat was nog volgens mij het punt dat we een alliantie zouden hebben en geen fusie. Dus ik dacht, laten we maar praten, dat komt me goed. Maar uiteindelijk is er voor dat logo een fles wijn, zoiets? Of? Nee, het is een cadeau, dus daar geef je niets voor terug. Dus je heeft Geert Dales niet Geert betaald? Geert Dales heeft zelf gezegd, ik wil hier niet actief in meewerken. Okay. En dat respecteer ik, ook naar alle shit die hij over zich heen heeft gekregen bij 50+. Ja, ik vind het zo erg dat er leugens verteld worden. En dat gebeurt wel, ja.
Ja, en je moet een dikke huid hebben. Oké, maar dan wil ik toch wel even een beetje lullig doen en zeggen, als je met Henkel of met Henk Krol met name in zee gaat, dan weet je toch ook wel dat je niet in een helder water van waarheid springt, gezien zijn track record. Laat ik het anders formuleren. Jij wilde graag in de politiek blijven. Je zei eerder in dit gesprek dat het moeilijk is om in je eentje een campagne te voeren, om het geld ervoor te vinden. Ja. Dus er zit, bot gezegd, een beetje een opportunistische gedachte achter van, ik moet me ergens aansluiten, ik moet iets samen doen. Maar heb je dan op voorhand nooit gedacht, is hij wel de verstandigste optie? Is een, ik noem maar wat, een PvdA, aansluiting zoeken bij de PvdA, die toch ook... Kijk, weet je wat het is? Ik heb goed nagedacht toen ik me afsplitste. Ik dacht, ik wil mijn kiezers bedienen. Ik wil de mensen waarvoor ik opkom, daarvoor ben ik aan het strijden. Hè? En dat heb ik al het afgelopen jaar ook gezien. Die zorgbonus voor de zorghelden, dat iedere zorgheld €1.000 netto. Ga jij ervoor zorgen dat ze die voor kerst hebben? Nou, absoluut. En weet je wat ik nou echt erg vind? Dit is blijkbaar de hele dag hot nieuws. Ik begrijp, het is komkommertijd. Maar voor het reces... Ik heb nog nooit zo'n lange naam heel de dag trending gezien. Motie voor de zorghelden. Die werd uitgevoerd. Iedere zorgheld €1.000 als een soort geste. Een gebaar van erkenning en een gebaar van dankjewel. Hè, het is nog lang niet genoeg. Arbeidsvoorwaarden moeten veel beter. Er moet structurele loonsverhoging. Maar die bonus... Denk jij, hoeveel mailtjes heb ik gehad? Hoeveel journalisten hebben gebeld? Van joh, fantastisch, jouw motie is aangenomen. Dit heb jij als één bitter bereikt. Bijna 1 miljard netto voor de zorg. Je bent welkom in ons praatprogramma, in onze talkshow. Schrijf een artikeltje in de krant. Maar, mag ik die vraag omdraaien? Ja, nul, denk ik. Ja. Misschien al. Ja, nou, RTL Nieuws heeft mij genoemd. Mag ik de vraag omdraaien? Hoeveel hebben er gisteren en vandaag geprobeerd om je in hun talkshow te krijgen? Ja, maar dat is dus het probleem. Dus meer dan nul. Dus ja, iedereen. Maar dan gaat het dus om de chaos. En daarvoor zit ik niet in de politiek. Ik vind het super gênant en echt een aanfluiting dat dit gebeurt. Ik bedoel, ik word een soort van beroepsafsplitser genoemd. Dat ben ik niet. Ik ben bij de Partij voor de Dieren weggegaan voor mijn idealen. Ik heb keihard gewerkt als zelfstandig Kamerlid. Dat doe ik nog steeds. En ik hoop daar volgende week ook weer keihard naar door te gaan. Ja, we pakken er zo bij. En... Kijk, ik vind dit ontzettend. Ik vind het echt een aanfluiting voor de Nederlandse politiek. En juist voor een partij die zou worden opgericht om het vertrouwen in de politiek weer terug te brengen. Ik bedoel, waar zijn we mee bezig? In wat voor kleur? De partij wil dat. En het vertrouwen terugbrengen. Ja. Maar het is natuurlijk ook wel een beetje het spelletje hoe het werkt. Hè? Het is allemaal wel sensatiebelust. En Pieter Omtzigt zei het een tijd terug al over die belasting, over die fraude. Daar stonden al die politici te vragen. Wilt u dat hij aftreedt? De minister, de staatssecretaris moet aftreden. En toen werd hij redelijk boos, functioneel boos noemde dat. Maar daar gaat het helemaal niet om. Ja. Weet je, en daar heb je, dus je hebt daar een punt. Ja. En ik en hoop dat, altijd dat als een politicus dat zegt... dat hij dat ook echt meent. Ik meen dat echt. En dat is ook meteen het probleem van partijen. Hè? Wat jij zegt, je zit er voor je idealen. Je wil daar graag mee doorgaan. Ja, dat klopt. Ik zie het als een roeping. Maar blijkbaar is het zo in Nederland dat je een partij nodig hebt... waar je bij moet aansluiten of die je op moet richten... om je roeping en op te komen voor de kiezers. In je eentje, ik bedoel, iedereen kan me geweldig vinden... maar als ik geen campagnebudget heb, ik ga het in mijn eentje niet redden. En blijkbaar, ook als je een partij voor de toekomst opricht... zijn er mensen binnen je partij die dan voor het grote geld gaan en denken, nou, ideaal, even weg met de idealen, we hebben geld, dan zitten we in ieder geval weer 4 jaar op het plus. Maar ik hou liever vast aan mijn idealen en dan dat ik nog 4 jaar lang gemuilkorfd in de kamer zit onder de dictatuur van wie dan ook. We gaan eventjes even terug, inderdaad, naar de tijd toen jij afsplitsen van... Partij van de Dieren. Daar heb je een tijd lang bij gezeten. Mm-hmm. Vanaf de oprichting al lid. Te gast. Ja? Prachtig boek. Zetelhoofd. Ik heb het gelezen, Ik ken Geert en Waling ook goed. We kijken even terug naar vorige week. Want leuk. Geert en Waling doet een kleine claim aangaande Femke Merel van Kooten-Aressen. In stadje 3, alsjeblieft. Femke Merel van Kooten-Aressen. Prachtige naam. Mooie dames. Die hadden we uitgenodigd voor vandaag. Die is ziek. Dus we hopen dat hij volgende week komt. En toen zei jij tegen mij, die zetelrover heeft die zetel geroofd vanwege mijn boek De Zetelrover. Sterker nog, als ik het goed heb begrepen, dat jullie vorige gast, dan heb je maar een mooi bruggetje. Jullie vorige gast, Sini Özdil, zat nog in de Tweede Kamer voor GroenLinks. Toen had goed contact met Femke Merel
van Cote Aressen, die dus bij de Partij voor de Dieren zat en daar steeds meer onvrede had over de manier, vooral hoe Marianne Thieme de fractie leidde en haar beknotte. Daar zal ik niet op ingaan, maar toen heeft Zinnie gezegd, maar denk goed na voor wat je doet. Mocht je nou overwegen je lidmaatschap van de fractie op te geven, maar je zetel te behouden, ja, daar komen we zo geloof ik ook nog op, maar mocht je dat behouden, dan moet je even het boek van Geert de Waling lezen, want het gaat over zetelrovers in de afgelopen 100 jaar in de Tweede Kamer. Heeft ze gelezen en toen heeft ze besloten, ik weet niet of ze dat handleiding heeft gebruikt. Dat ze toch de geschiedenis in wil. Dat ze een zetel meeneemt, dat ze een zetelrover is geworden. En een zetelrover zie ik als een ironische, of zelfs wel een heroïsche term. Een geuzennaam. Want het is natuurlijk je eigen zetel, je mag het lekker zelf weten. Maar dat is de strekking van dit boek. En dat vond ik leuk om te horen dat zij dat. Dus ik hoop dat jullie haar daar volgende week over willen bevragen. Ik hoop dat ze er volgende week is. Of ze er spijt van heeft. Dus vraag of ze er spijt van heeft. Dat is mijn vraag. Of je spijt hebt van je zetelrover. Geen dag. Nee, want ik heb echt veel meer bereikt dan ik in de tijd van de Partij voor de Dieren überhaupt heb bereikt. Ik heb veel meer aangenomen moties, maar ook die zorgbonus. En je kunt vrij denken, je hebt geen ballast van inderdaad financiers of van superleuk dat verkiezingsprogramma, maar dat gooien we nu in de prullenbak. Dat je kunt echt gewoon puur voor je kiezers aan de slag zijn. Ook met die toeslagenaffaire heb ik zij en zij met Pieter Omtzigt en Lenske Rijten gevochten. Lullige vraag, lullige opmerking misschien, ja? Maar welke kiezers? Want kiezers stemden de Partij voor de Dieren. Jij kwam voor de Partij voor de Dieren in de Kamer. Absoluut. En die hebben gekozen voor het Plan B, het verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren. Een heel breed programma. Heel mooi programma ook, waar ik ook nog steeds van harte achter sta. En dat gaat niet alleen maar over dier, mens, of dier, natuur en milieu. Het gaat ook heel erg over hoe vormen we de samenleving tot een samenleving waar iedereen volop tot ontplooiing kan komen. Hoe richten we de economie zo in dat niet mensen geslachtofferd worden voor de multinationals. Een heel gebalanceerd, goed programma. En daarvoor ben ik gekozen. De Partij voor de Dieren zei, oké, bedankt kiezers voor de 5 zetels, maar wij gaan weer terug naar de core, dier, natuur, milieu. En ik zei, ho, ho, ho. Ik heb het natuurlijk wel, het is ook weer een heel lang verhaal, maar daar houden we nu over op. Volgende week, kom je... Nee, daar ben ik over uitgepraat. Maar daar kom ik voor op. En tot op de dag van vandaag. Ja. Nou ja, ik wil ook iets aardigs zeggen. Een van de redenen dat we jou ook heel graag in deze show wilden, is omdat jouw aanwezigheid in de Kamer en jouw activiteit daar, zeker in verhouding tot het formaat van jouw partij, wel opvalt. Ja. En dat in positieve zin opvalt. Inderdaad, wat Tom zegt, dat hij nog wel eens op die tribune gaat zitten. Je bent er altijd. Ja. En je staat bij de gekste onderwerpen, sta je toch weer op die sprekerslijst. Ja. Dat je je afvraagt af en toe van waar haalt ze de tijd vandaan. Ja. Ja. En dat je betrokkenheid bij de onderwerpen vaak ook... er zit altijd een soort emotioneel timbre in je stem. Dit bedoel ik niet... Ik voel me ook echt betrokken. Hè? Toen ook met die toeslagenaffaire, toen stonden we eerst als Kamerleden nog met de ouders te praten die zo echt door de mangel zijn gehaald door de Belastingdienst. En ik stond met Henk Nijboer en met bijvoorbeeld andere Kamerleden. En die hadden allemaal tranen in hun ogen en ik hield het ook niet droog. En ik stond te praten met een vrouw, een moeder, en die had een nierziekte. Hè. Ze stond op de lijst voor een niertransplantatie en ze had afspraken voor haar niertransplantatie af moeten zeggen, omdat ze geen geld meer had voor de bus. Ja, om daar überhaupt te komen. En daar heb ik ook in de Kamer inderdaad heel emotioneel over staan praten. Ja. Maar dat raakt me. En voor die mensen doe ik het. Ja. En dan denk ik, ja, dan kan ik tot 3 uur 's nachts zitten stemmen. Dat doet me echt helemaal geen malle moer. Voor die mensen opkomen. In dit dossier heb ik inderdaad, wat je noemt nu Henk Nijboer, we hebben ook beelden gezien van Renske Leijten en het Omtzigt die met tranen in de ogen op het plein stonden recent nog. Ja. En ook met sterk verhitte emoties in de Kamer. Ook Azarkan, die op dat... dit is een vervelende vent, maar op dat dossier ook... ook die doet goede dingen. Ook, is ook een harde werker. Ja. Maar je ziet daar waar bestuur en rechtsstaat en controle daarvan falen. Ja. En waar Kamerleden... De goede Kamerleden zijn in dat dossier boven komen drijven, degene die zich dat echt aantrokken. Ja. En daar zijn met name Leijten en Omtzigt hebben daar goed mee. Absoluut, Goed die getrokken, maar er waren er inderdaad een aantal omheen die dat ook hebben goed laten zien. Ik wil wel even daar meteen een cynische vraag achteraan haken. Mag, Jij hebt die motie ingediend, ik heb hem voor mijn neus liggen, de motie voor de zorgmedewerkers, voor die bonus. Ja. De Kamer gehoort de beraadslaging 18 maart was dit, dus vrij vroeg in de coronacrisis al. Ja.
De Kamer gehoort de beraadslaging, constaterende dat de zorgverleners op dit moment in de frontlinie staan in de bestrijding van het coronavirus, constaterende dat van deze zorgverleners maximale inzet gevraagd wordt en zij die ook leveren. Van mening dat de buitengewone prestaties die zorgverleners leveren, behalve een welgemeend applaus, ook een financiële blijk van waardering zouden mogen opleveren, verzoekt de regering de mogelijkheid te onderzoeken om de zorgverleners van wie nu extra inzet wordt gevraagd in de bestrijding van het coronavirus, als blijk van waardering een bonus toe te kennen en de Kamer over de uitkomst te informeren. Nou, die is breed gesteund, die motie, die heeft het gehaald, die is ook uitgevoerd. Ja. Mijn cynische vraag. Mark Rutte beloofde ooit 1000 euro aan alle Nederlanders. Ja, Hugo de Jonge gaf 1000 euro aan alle zorgmedewerkers en werd vervolgens lijsttrekker van het CDA. Ja. Het kan ook aan mij liggen, maar mijn cynisme radar gaat daar ook een beetje van loeien. Van, nou, heeft hij niet een klein beetje sympathie gekocht? En want daar heb ik Omtzigt ook over gehoord, het uitbetalen daarvan is nog wel een dingetje. Ja. Ja, wie krijgt het? Hoe gaan we dat doen? Ja, absoluut. En wie gaat dat controleren? Absoluut. En is het bruto of dat netto? Ga ik dan weer controleren. Ja. Ja. In mijn eentje. Nee, even zonder gekheid. Ik wil dat. Ik gooi steeds mijn microfoon dingetje bijna van de bar af. Ik wil dat dat zo snel mogelijk op de rekeningen van de zorghelden komt. Netto. Zonder aftrek van enige toeslag of whatsoever. Ja, maar er is toch voor de ZZP'ers schijnt er toch nog een addertje onder het gras te zitten dat allemaal maar ze hadden dus de eindheffingsregeling of zo, of als ik het goed zeg, misschien zeg ik het verkeerd. Ja, de eindheffingsregeling dat het inderdaad niet van toeslagen af zou gaan, maar voor de ZZP'ers was het nog moeilijk. Nou, ik hoop dat ze dat op gaan lossen. Ik zal Hugo de Jonge ook daar van harte weer op gaan bevragen en ook stevig. Maar ja, ook zo'n coronacrisis laat weer zien van waar zitten in onze samenleving de punten waar je echt in moet investeren. En wat is dat je waard? En hoe waardeer je die mensen, zodat ze ook plezier blijven hebben in het prachtige werk dat ze doen? En waarom weet je waarom ik denk dat dat gaat goedkomen met die 1000 euro? Die Hugo de Jonge is nu lijsttrekker. Die gaat straks die campagne in. Ja. Als hij ook met die 1000 euro gaat falen, net als Rutte, en met die app, dan is het einde CDA. Ik wil heel eventjes één dingetje, een paar dingetjes nog even met je aftikken. Want jij zegt, je kan heel veel bereiken als eenmansfractie, eenvrouwsfractie. Ja. Maar ik heb niet de middelen en de financiën, want dan moet ik me conformeren aan mensen met veel geld die invloed willen hebben, om straks campagne te gaan voeren. Absoluut. Dat lijkt me knagen. Ja, dat knaagt. Ja. Ja. Wat ga je doen na deze termijn? Ja, ik ga niet nu zeggen van ik ga een nieuwe partij oprichten of wat dan ook. Ik bedoel, je weet het nog niet. Nee, nou jawel, want dat heb ik vorig jaar al gezegd. Dat is kansloos, want ik heb het geld daar niet voor. En inderdaad, dus campagnegeld genereren en dat wordt heel heel gedoe. We zitten al vrij vlak voor de verkiezingen. Ik ga wel dat ledenplatform lanceren. Als het goed is. In augustus, dus dat is het nu. Dus eind augustus komt dat ledenplatform online op femkemerel.nl. Ik ga met de leden in gesprek. En ik ga mijn uiterste best doen, inderdaad, voor de zorgbonus. Ik zit ook in de ondervragingscommissie, dus de parlementaire ondervragingscommissie toeslagen, over de kindertoeslagen. En ik ga daar mijn stinkende best voor doen. Ja. En ik hoop dat als ik uitgezwaaid word, dat mensen het waarderen. Dus ik doe het wel voor die mensen. Nou ja, maar ik ga niet mijn idealen opgeven en gemuilkorf, dat zei ik net al. En dan daar als een soort van stemvee in die kamer zitten. Dat ga ik gewoon niet doen. Duidelijk. Henk Krol, ben je teleurgesteld of boos? Ik ben beide. Ja. Had je dit nou echt niet? Maar ik wil hem niet zo zwart-wit stellen. Ja. Maar hoe kan ik het subtiel zeggen? Verwijt je jezelf enige vorm van naïviteit? Ik heb dat een paar keer gezegd. En de mensen die ik sprak, die zeiden van dat is het verkeerde woord. Want ik heb inderdaad gezegd van Jezus, wat ben ik naïef geweest. Te goed van vertrouwen. Te goed van vertrouwen dat ik dat parlementaire werk heb gedaan. En dat ik hem vertrouwde met het opzetten van die politieke partij. Dat ik genoeg nam met af en toe een soort update, halve update. Met van het gaat goed, het wordt nog mooier en beter dan we hadden verwacht. En dat ik met terugwerkende kracht kan reconstrueren. Dat ik er eigenlijk heel kort na de oprichting. Wat zeggen jullie, weggejoren als het was. Nee, dus. Dat staat heel leuk achter je ook. Ja. Maar dat staat er altijd hoor, maar dat is niet specifiek voor jou. En een foto. Ja, en Henk. Ja. Nee, maar dat is pijnlijk en dat is heel...
En ik vind het ook een aanfluiting en super gênant voor de politiek. Ik bedoel, is er weer zo'n partij en ook een die beetje ploft. Voor jezelf misschien? Ik had het liever niet gehad. Ik bedoel, de kop op NRC was Femke Merel voor de vierde keer in een jaar van partij gewisseld of zoiets. Dat leest toch wel een beetje pijn. Ja, dat is ook niet mijn vierde partij. Maar het is het kop lekker. En ik had een ik had de speld. En dan was ik blij dat ik mogen we de, infographic even in beeld? Ja man, die zijn we helemaal vergeten. Volgens mij doet collega, Ronaldo collega maken. Ronaldo is van de statistiek bij ons. Ja, die hebben de SEO weggetrokken voor de statistiek. En dan krijg je dit. Maar die heeft, proberen. Op een gegeven moment zei hij nog, ja, nou komt Jan Roos ook nog aan bod. En die krijg ik er niet meer in verwerkt, want dan snapt niemand het meer. Maar nee. ik kan dit ook al niet meer volgen. Ik snap er helemaal niks van. Linksonder is Jan Roos. Dat toch wel. Ja. En daarboven staat... Geert Dalers. Geert Dalers, inderdaad. Dat is linksboven, want die was wethouder. Thierry Baudet is weggekrast bij Henk Otte. En rechtsboven, voor het eerst op geen stijl, Johan Flemmings. Ja, ga stemmen, staat daar. Nou ja, Johan is een hele lieve man, maar je moet hem compleet negeren. Echt, dit is dus wel een beetje de buitenstaanders blik op wat er allemaal aan de hand is. Nou ja, Pieter Omtzigt die zei wel iets leuks. Hij was een van de eerste die zei van joh, heel veel sterkte. En, maar hij zou ook van nu niet meer voor foute mannen vallen. Hè? dat ga ik proberen. Ja. Is het nou een toupet wat Henk Rol heeft? Hè? Nee. Oh, nee. Nee, ik bedoel, ik heb er niet aangezien. Zo onbeleefd en zo close waren we ook vroeg niet. Ik dan weer even zo. Geen idee, nee. Lieve Femke Merel, goed dat je je verhaal hier hebt gedaan. Ja. Heb je het gevoel dat je alles hebt kunnen zeggen? Is er nog iets wat je kwijt wil? Wil je het woord dan richten tot de twee? Nee. Moet ik namens jou iets terug sms'en naar Henk Otte? Kan, lekker de tyfe, zo'n ongeziene tyfe. Laten we lief eindigen. Kijk, ik wil weer zo snel mogelijk aan het werk. En volgende week is er weer een debat over corona. Ja. We hebben vandaag daar ook een korte briefing over gehad per telefoon. Ik wil me daarop concentreren. En ik wil dit gezeik zo snel mogelijk achter me laten. Ja. Ben jij links of rechts? Ja, geef het beide. Op sommige onderwerpen zal ik rechts zijn. En op andere onderwerpen weer links. Ja, ik vind dat links-rechts gebeuren met die... Ja. Waar had Henk Otte dan wel weer gelijk in? Links-rechts is een beetje... Ja, dat is een uitspraak van mij. Henk Otte meegeven. Het is qua regelen en zo. Hij is hard. Het is harde werken, maar hij heeft het altijd dat soort dingen altijd wel strak geregeld. Ik stond echt met mijn oren te klapperen, dat verhaal wat je net vertelde, wat hij dan weer ontkent. Dus je zit een beetje in een wel eens niet een spelletje, maar jij zegt dat je er bewijs van hebt. Absoluut. Als hij dat echt gedaan heeft, dat is heftig hoor. Dat, dat kan je echt niet maken. Nee. Dat is erger dan in de kast graaien, inderdaad. Ja, bijna wel, ja. Maar ja, ik vind het ook niet mis dat er afspraak met mij, en ik heb blijkbaar geen enkele formele functie, maar dat je... afspreekt dat het bestuur onbezorgde functies zijn en dat we dan ook nog eens een keer losstaan van de politieke lijn en dat vervolgens je de Partij voor de Toekomst opheft, groep Otte zijn naam verandert en dan zegt van de bestuurders kunnen elkaar beloningen toeschuiven, want ze zijn ook nog eens eigenaar van al het geld wat de partij in kas heeft. Ik had zoiets van toen was het klaar. Toen had ik zoiets van en nu de stekker eruit. Oftewel wat Pieter Omtzigt zegt, niet meer voor foute mannen vallen. Dat is echt zo'n één vraag die echt niemand durft te vragen. Mm-hmm. Dat zijn je hobby's. Mijn hobby's? Nou, naast de politiek. Dieren, toch? Mijn kind. Ja. En je bonuskind. En mijn bonuskinderen. Ja, het is na 10, dus moedertje mag onderhand wat terug. Moedertje, het is alweer zo laat. Dan moet ik wel onderhand wel even snel naar huis gaan. Dat voelt de vraag niet sexy. Sorry, mijn excuses. Ik voel me helemaal niet meer sexy. Maar feitelijk heeft je wel gelijk. Ga eens lekker naar je kinderen. Nee. Mijn hobby's, ik hou ontzettend van lezen. En dat probeer ik echt, voordat ik ga slapen, bijvoorbeeld de zetelroof. Hè, ik heb er nog één vergeten, Wouw. Neem even... me mee. Dat wordt de volgende van Wim Voerman. We komen er niet vanaf. Lees ik graag. Maar lezen vind ik heel erg fijn. En ik moet ook weer nodig een hardlopen. Dat heb ik al een tijdje verzaakt. Maar ik ga het nu echt doen. Goed zo. Doe dat. Hey, dankjewel dat je er was. Graag gedaan. Jullie heb je nog bedankt. Iets heel prangends? Nee, ik vond het een lang en bij vlaag begon ingewikkeld. Begon dat chaotisch, maar we hebben uiteindelijk die timeline die eerste, de eerste, ik had nog een DM'tje van de immer oplettende Ronaldo. Die zei, dus mijn redacteur van ons, die zei die eerste aflevering met Henk Krol was inderdaad begin juni al. Ja, hè? Dus ja. Wij hebben, daar moet ik mijzelf even corrigeren. Ik dacht dat we hadden de volgorde verkeerd. Ja.
Het is je vergeven. Nou ja, maar het is ook een ingewikkeld verhaal. Mag het ook, ja. Maar, en ik vind het vrij schokkend om te horen dat Henk Otte zich bemoeid heeft met... naar verluid bemoeid heeft met stemmingslijsten. Ja, absoluut. Van de dag. Dat is gewoon echt... Dat gaat diverse grenzen over. Ik denk trouwens dat Henk naar mijn oude nummer heeft geëpt. Maar ik heb hem gewoon met mijn eigen nummer gebeld. Dat is waarom je iedere week van nummer verandert, toch? Om Henk Otte komt. Nou, trouwens, ik heb wel eens met 4:30 tot 4:30 bij hem zitten monteren. En toen zei hij, wat vind je voor lekkere wijn? Want hij heeft dus een wijnhandel. Wijn, hè? Oh, geen reclame. Het stond er echt een dag later, stond er echt een doos met hele goede gewuurdstraminer thuis. Dat moet ik Henk wel meegeven. Ik moet Henk ook meegeven dat hij, ik ken hem uit de tijd van de oprichting van Forum en ook in de referendumtijd heb ik hem ook regelmatig met hem samengewerkt. Ik vond het ergens een vervelende man, omdat hij het altijd beter weet, maar hij is ook een harde werker en een ondernemer. Hij zit er echt, als hij iets wil bereiken, dan ramt hij er ook echt. Alleen ja, absoluut. Kennelijk heeft hij nu, proeft een beetje alsof er een soort wanhoop ingeslopen is van ja, ik moet toch wel in de politiek blijven. Ja. En hij heeft nou eenmaal niet de uiterlijke charme en voorkomendheid van zijn voormalige running mate Thierry Baudet. Dat heeft hij zeker niet. Dus, maar ook namens mij, dank voor je komst. Heel graag gedaan. Goed, er komen altijd cadeautjes hier. Een flesje ginger ale. Oh, die had ik nog niet. Ja, ik drink niet zo hard door, hè? Een met dit warme wijntje, weer. Die moet je nog even koelen. Supplief. En het shirt, want altijd weer de verrassing is wat er dit keer op staat. Misschien voor jou ook wel. Skip 2020, ja. Skip 2020. Alsjeblieft. Normaal eindigen we altijd ook met een leuk plaatje, maar dat mag niet voor YouTube. Dan worden we eruit geflikkerd. Dus we eindigen wat droog. Bart, dank je wel voor vanavond. Femke Merel, hartelijk dank. Succes de komende tijd. Ja. Hou je in de gaten. Yes. Zeker als na het reces dan komt die roze microfoon ook weer naar Den Haag. Hartstikke leuk. Rest mij enkel nog te zeggen, dames en heren, dat we het volgende week een keer niet over politiek en dergelijke hebben, maar over grappen. Grappen we gaan lollig doen en over geluk hebben. Ik mag hem ontzettend graag en ik vind hem ook heel erg grappig. Volgende week, dames en heren, om 9:00, Guido Weijers in Chips, Nootjes, Bier. Dank je wel. Doei. Dank je. En? Nou, ik vind dat helemaal niet slecht hoor. Ik proef een combinatie van koriander en tijm. Ik proef ook dille, klopt dat? Ja. En ik vind die chili peppers top idee. Toch? Nou, ja. Ik heb alleen het gevoel dat ik toch net iets mis. Ik kan mijn vinger er niet helemaal op leggen. Zout? Nee. Peper? Nee. Curry? Curry? Nee. Heb je net een half uurtje in de rozemarijn marinade laten liggen? Nee. Het is oké, het is hartstikke lekker. Het is helemaal niet slecht. Ik kan er echt heel, heel veel van op. Ja. Nou, morgen een stukje rib dan maar. Lekker.